volgende slide. Ja, jongens, dan neem ik jullie graag mee in de diversiteit van de onderwerpen die we ook hebben vanochtend in de presentatie. Dit is eigenlijk een overview van een aantal dingen die we daarin doen in samenwerking vanuit de VNG met onze samenwerkingspartners. Maar dat is lang nog niet alles wat we doen op inclusie. Maar de highlights die we hier vandaag gaan geven, presenteren een hele mooie samenstelling van wat we doen allemaal op inclusieve dienstverlening. Wat ik daarmee wil beginnen is eigenlijk een pareltje wat we vandaag gaan presenteren, is de handreiking digitale inclusie. De brochure is vers van de pers en die gaan we jullie presenteren straks. Mijn collega Giulianti die gaat dat doen. Daar zijn hele mooie goede voorbeelden in vanuit het land, waar jullie allemaal ook kennis van kunnen nemen en de inspiraties om te kijken van joh, wat kan het betekenen voor de eigen organisatie. Na de presentatie van mij en Giulianti, dan geven we het woord over aan de informatiepunt Digitale Overheid en de goede voorbeelden die er zijn vanuit de gemeente Breda. Daarin hebben we daarna een korte koffiepauze. Daarna gaan we over op Iedereen doet mee, waar we jullie mee willen nemen naar in het onderwerp digitale toegankelijkheid. Wat betekent dat voor de eigen organisatie en wat kun je daarmee? Daarna gaan we over naar de presentatie van gebruikers centraal, waar we jullie meenemen in het onderwerp NO Design System. Dan weet ik waar het over gaat. Wat is het en wat kan het betekenen ook voor jullie organisatie? En graag nemen jullie ook mee naar de innovatieve concepten van TU Delft. Waarin we ook een klankbordgroep hebben van vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties en gemeentes. Giulianti? Ja, de presentatie. Ja, super. Nou, ik weet niet precies wat er gebeurt. Ja. Ik weet niet of iemand aan de presentatie zit. want hij vliegt er de hele tijd uit. Maar we gaan gewoon weer kijken of dat... Ja, gaat er gewoon goed. Gaat gewoon weer goed, toch? In de volgende slide. Ja, de volgende. We hebben het programma gehad, dus ik neem jullie even mee in... waar hebben we het over, hè? Die inclusieve dienstverlening. Een aantal facts die we hier mee willen geven, laat maar door, Giulianti, is even stil te staan van, hè, van de mensen ook die hier aanwezig zijn en ook iets meer willen weten van, ja, wat is dat nou, die inclusieve dienstverlening? Vanuit de organisaties die actief zijn op de inclusieve dienstverlening, zeker binnen de gemeentes, hebben een vertegenwoordiging van de doelgroep waar we het hebben over 17 miljoen mensen. Die 17 miljoen mensen die we allemaal moeten bedienen vanuit de gemeentes in onze producten en diensten, is best wel wat in de dienstverlening. En als jullie hier kijken naar deze slide, dan zie je een aantal facts die we daarin benoemen over wat bijzonderheden van de doelgroepen binnen die 17 miljoen mensen. Er is nog één button, Giulianti, die nog bij kan komen. Ja, die. Dankjewel. Wat jullie hier zien, en zoals jullie wel weten, is er heel veel gesproken over laaggeletterdheid. Grote groepen die gewoon vertegenwoordigd zijn binnen de gemeentes. De minder digitaal vaardigen, hè, die dan gewoon wat moeite hebben met het omgaan met digitale apparaten. En in al het veld van waar we zitten, ook in onze interactie tussen de organisatie met de burgers of ondernemers, of in grote gemeenten heb je ook heel veel expats, hebben we allerlei manieren van contact in onze, vanuit de organisatie. En in nieuwe hoedanigheid zie je dat het altijd neerkomt op een combinatie van offline en online kanalen. Dus die offline kanalen waar het om zit in baliecontact of burgerparticipatie van mensen die toch al gewoon fysiek contact zoeken met de organisatie om hun vraag te stellen of informatie te zoeken. En anderzijds de digitale kanalen, als je het hebt over de WhatsApp, de telefoon of de website. En zo zie je ook dat de technologie ook wat voordelen met zich brengt in die interactie. Maar er is een grote groep die moeite heeft met die digitale apparaten. En in dat veld zijn wij als organisaties altijd op zoek van hoe kunnen we de mensen zo goed mogelijk bereiken en andersom hoe kunnen de mensen ons goed bereiken. En in dat belang is het ook vooral ook dat we die
die samensmelting zoeken tussen de digitale apparaten of kanalen en de offline kanalen. Dus dit even daarin zeggende over de doelgroep. Ja? Ik begrijp van een aantal mensen in de chat dat de slides blijven hangen. Dus dat is een beetje onhandig. Wat ik ga doen is, ik ga even de presentatie opnieuw delen. Ik denk dat dat het beste is. Goeie. Zo. Het kan even duren hoor, het is een vrij grote presentatie, dus we moeten even inladen. In de tussentijd kan ik wel even reageren. De bronnen van de cijfers die jullie ziet op de slide, die kan ik met jullie delen. Het zijn voornamelijk bronnen die er zijn benoemd vanuit het ministerie van BZK. Onder andere als je het hebt over het fysieke contact, Bali-contact, waar ook onderzoek is gedaan dat daar ook behoefte aan is. Stichting Lezen en Schrijven heeft ook heel veel cijfers waar het gaat over minder digitaal vaardige of laaggeletterde. Als je het hebt over het kastje naar de muur, dat is met name ook de bronnen die er zijn vanuit de ombudsman. Dus ik kan dat nog even later in de chat delen. Ik hoop dat ik die vraag zo beantwoord heb. Zien jullie nu de slide met de cijfers? De facts? Want dan, als we iedereen... Ja? Dan staan we allemaal op dezelfde lijn. En dan kunnen we weer verder. Ja, super. Julianti, ga maar. De volgende slide graag. Ja. Dan graag neem ik jullie ook even mee van... Hè, hoe staan we erin als gemeente? En waarom doen we dit, hè? In het geheel vanuit bestuurdersperspectief tot aan de uitvoering. Vorig jaar is de position paper dienstverlening vanuit de VNG gepubliceerd. En in die position paper zijn heel veel mensen die daarna hebben gekeken. Van commissies tot de taskforce, tot de college dienstverleningen die we hebben. Dat zijn allemaal vertegenwoordigers vanuit de gemeente. Die kijken van, joh, wat zou dat moeten zijn, die passende dienstverlening? En hoe houden we daar rekening mee dat we iedereen daarin kunnen bedienen. Hè? Dat is uiteindelijk de essentie. En wat jullie hier zien zijn eigenlijk de vijf... Het gaat nog steeds niet goed met de slide, want ik zie dat het heel verschillend is of mensen het wel of niet kunnen zien. Ik heb hem nu in presentatiemodus staan. Ik ga hem even op een andere manier delen. Dat kan even duren, maar... Ik weet niet hoe afhankelijk je bent van deze slide. Misschien kan je... Nee hoor, ik denk dat ik daarin zelf verder zal praten. Want al die links die gaan we gewoon delen. Dus ik zie wel... Dat is heel verdeeld, hè. Een deel kan het wel zien en een deel niet. Kijk maar even daarin wat je daarin kan doen, Julianti. En anders gaan we gewoon door met mondeling presenteren. Ik vind het ook heel mooi als we gewoon ruimte hebben voor de vragen zo. Dus dat is... laten we gewoon doorgaan. Nou, die VNG Position Paper vanuit... De principes, hè, die vijf principes die jullie daarin zojuist hebben gezien, die zegt iets over hoe wij in onze contact staan met de burger, ondernemers en die experts die we daarin vertegenwoordigen in het land. En een van de principes wat mij altijd triggert binnen de inclusieve dienstverlening is online waar het kan en persoonlijk waar het moet. Dus het zegt iets ook over... Die combinatie van die offline en online kanalen waar we in alle lijnen contact staan, hè, met die burger. Dat we dat altijd wel in balans moeten houden. Want hè, dat is enerzijds moeten we weten dat als mensen er digitaal niet uitkomen. We altijd wel kunnen voorzien dat we offline de mensen kunnen bedienen. Verder, wat ik daarin ook heel belangrijk vind, zeker ook in die samensmelting, als je het hebt over die 17 miljoen mensen. In de inclusieve dienstverlening weten we ook dat we heel veel kunnen doen vanuit de gemeentes, hè, in ons aanbod, in ons inclusief aanbod. Maar anderzijds zijn er ook heel veel partners in onze gemeentes, die ook wel de hulpstructuren worden genoemd. En op allerlei manieren ook bijdragen aan de inclusie. Waarin mensen ook meedoen uiteindelijk, hè, wat we willen meedoen in de samenleving.
Denk aan de informatiepunten, digitaal overheid, bibliotheken die natuurlijk actief zijn. Maar ook als je het hebt over scholen die daar ook een hele belangrijke rol in spelen. De seniorenweb, Stichting Lezen en Schrijven. De digitale participatie, vooral die lokale democratie, heeft ook heel veel gezorgd dat beleidsmedewerkers vanuit gemeentes ook veel meer naar buiten zijn gegaan om met de mensen in gesprek het beleid te ontwikkelen. Dus op allerlei manieren zie je dat vorm krijgen. Nou, een van de ontwikkelingen waar we ook in samensmelten vanuit de VNG en ook benadrukken, is vooral ook het centraal stellen van de klant. Het centraal stellen van de klant is ook een begrip wat ook in iedere organisatie ook wel steeds meer zichtbaar wordt. Zeker in de visie dienstverleningen van gemeentes zie ik heel duidelijk ook waarin uitgangspunten worden genoemd over hoe stellen wij de klant centraal. En in die hoedanigheid is het ook altijd daarin dat die inclusie daar ook altijd een vorm krijgt van oké, maar hoe doen we dat dan? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen daar inderdaad ook goed bediend wordt in onze gemeente? Julianti, even in de tussentijd. Lukt het? Ik zie wel wat slides. Dus als je hem zo staat, denk ik misschien ook wel goed hoor, voor de mensen. Als je de volgende slide zou kunnen doen? Ik ga hem inderdaad gewoon zo doen, want ik weet ook niet goed wat er misgaat, maar ik vind het belangrijk dat iedereen het ziet. Maakt niet uit. Mensen horen ons wel. Ik denk daarin ook, ik zie ook die chat, dat mensen het gewoon goed kunnen volgen. Dus dat is prima. Ja, er is nog even een leuke quote vanuit Mens Centraal. Want als je het hebt over het centraal stellen van de mens, of ook wel de klant. Wat betekent dat dan? Hè? En ik vond deze wel een hele mooie van hoe je gericht ook zoekt naar de mensen die enerzijds zichtbaar zijn binnen de gemeente. En sommige mensen zijn ook niet zichtbaar. Er zijn sommige mensen die zelfredzaam zijn en er zijn ook mensen die niet zelfredzaam zijn. En dat is voor iedere gemeente daarin natuurlijk een uitdaging van enerzijds een groot bereik. Maar soms moet je ook gaan inzoomen op een specifiek bereik van mensen die niet zo makkelijk contact zoeken ook met de organisatie. Verder wil ik nu wat meenemen naar de samenwerkingsorganisaties. Want om een aantal te noemen, we hebben naast de gemeentes die ook heel erg veel betrokken zijn in alle ontwikkelingen die we doen vanuit de productontwikkelingen die we doen op inclusieve dienstverlening, zijn dit een aantal samenorganisaties waarin we heel dankbaar gebruik maken van kennis, inzichten over die gebruiker. Want uiteindelijk gaat het om de gemeentes die daar de gebruikers bedienen. En vanuit de VNG brengen we dat allemaal een beetje bij elkaar vanuit het perspectief van samen organiseren. Van hoe kunnen wij vanuit gemeente, de gebruikers en de samenwerkingsorganisaties, de gebruikersorganisaties of de belangenorganisaties daar een rol in spelen. En dat is denk ik ook de kracht wat jullie straks ook gaan zien in de presentaties van hoe dat mooi bij elkaar komt. En ik benoem dit vooral ook om ook te kijken naar de eigen gemeente van welke samenwerkingsverbanden kun je zelf ook nog veel meer ontwikkelen binnen de gemeente. Dit zijn de samenwerkingsorganisaties die voornamelijk landelijk actief zijn. Maar je hebt ook binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld Stichting Vooral, die is vooral ook in Den Haag actief. Kijk vooral ook binnen de eigen gemeente waar de parels zitten voor samenwerking om die doelgroep waar we allemaal gezamenlijk belang hebben in de inclusie om die zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Daarin genoeg gezegd, dan gaan we naar de brochure Digitale Inclusie. Julianti, kan je de volgende slide doen? Vandaag presenteren we aan jullie de publicatiehandreiking Digitale Inclusie. En het is best wel echt een parel voor wat betreft allerlei voorbeelden, goede voorbeelden die in het land zijn, hebben bij elkaar gebracht. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. En dus je ziet in die brochure ook een hele duidelijke onderscheid tussen 2019 en 2020. Omdat die van 2019 net zo waardevol zijn als die van de nieuwe aanvulling die we hebben gedaan dit jaar. En wat we hopen met deze handreiking is enerzijds een goede voorbeelden van gemeentes, maar ook goede voorbeelden vanuit de hulpstructuren in de gemeentes. En anderzijds ook wat kunnen mensen zelf doen. Mensen zijn zelf ook actief op allerlei manieren.
En in die hoedanigheid gaan jullie straks ook de link krijgen in de chat. En ik geef nu het woord over aan Giulianti, die jullie ook wat meeneemt in de andere handreikingen die we daarin ook hebben gepresenteerd. Ik zal daarin ook als dagvoorzitter het gesprek ook leiden daarin met de presentaties die zich voordoen. Giulianti. Ja, dankjewel, Sophia. Ja. Ja. Dus de brochure Digitale Inclusie aan de slag met gemeentelijke dienstverlening. De brochure is echt van en voor gemeenten. De regie ligt bij VNG Realisatie, maar zoals we al zeiden, zitten er heel veel goede voorbeelden in. En die goede voorbeelden hadden we nooit kunnen doen zonder alle gemeenten die daar, maar ook andere organisaties die hele mooie stukken hebben ingestuurd om te laten zien hoe goed zij bezig zijn met inclusieve dienstverlening. De brochure heet specifiek Digitale tussen haakjes, omdat burgers eigenlijk nooit gedwongen mogen worden hun zaken met de overheid digitaal te regelen. Zeker als zij dat niet kunnen of willen. En daarom zal de brochure zowel ingaan op digitale inclusie als op ook fysieke mogelijkheden om je zaken te regelen met de overheid. Nou, omdat 2020 een heel bijzonder jaar is, hebben we er wel bij stilgestaan dat corona natuurlijk, je komt er niet omheen. En het heeft ook een hele grote impact op organisaties. Maar dus eigenlijk bewust gekozen voor deze brochure om het mee te nemen. Maar ook te kijken naar al die andere voorbeelden die zo mooi zijn. En zeker ook omdat er twee mooie handreikingen al zijn gedaan. De handreiking dienstverlening in de anderhalve meter samenleving door VNG Realisatie. En het manifest Dichterbij door digitalisering. Dat is door de staatssecretaris van BZK aangeboden aan de Tweede Kamer. En de brochure bestaat eigenlijk uit een meer algemeen deel met uitleg over digitale inclusie. Wat betekent dat nou? Het beleid wat daarover is vanuit de Rijksoverheid. Eigenlijk allerlei verschillende handvaten. En het bestaat ook uit goede voorbeelden. En omdat vorig jaar er ook zoveel mooie goede voorbeelden in stonden die nog steeds bruikbaar zijn, hebben we die ook meegenomen en aangevuld met weer tientallen voorbeelden. Vanuit gemeenten, overheidsorganisaties, belangengroepen, bedrijven, om te laten zien wat er allemaal gebeurt in Nederland. En wat ik wil doen is, ik wil je even meenemen in de 5 categorieën die we hebben van de goede voorbeelden. Die zijn verdeeld in interne bewustwording, digitale toegankelijkheid, inclusief aanbod, zelfregie en hulpstructuren. Waarvan nog wel leuk is om inclusief aanbod en zelfregie en hulpstructuren even toe te lichten. Inclusief aanbod gaat over wat kan de gemeente of de organisatie doen. Zelfregie ligt bij de mensen zelf. Wat kan bijvoorbeeld een minder digivaardige zelf doen? En de hulpstructuren gaat over de formele, maar ook de semi-formele en informele structuren in een gemeente die mensen kunnen helpen. En dan heb ik een aantal voorbeelden. Die ga ik even mondeling doen, veelal. Want het was een presentatie met een animatie erin. Dus dat is een beetje lastig nu. Als je kijkt naar de interne bewustwording, dan gaat dat toch wel veel over begrijpelijke taal. Maar ook een beetje over houding en gedrag. Dus hoe stel je op als medewerker? En een voorbeeld daarvan is het project Klare Taal in Os. Waar wordt gestimuleerd dat medewerkers allemaal in begrijpelijke taal communiceren. En als je kijkt naar digitale toegankelijkheid, zien we linksbovenin is een plaatje. Dat gaat gewoon echt wel veel over websites, maar ook over trainen van medewerkers en het testen met gebruikers. En er zijn best wel een aantal gemeenten die daar goed mee bezig zijn. Daar zal later ook wel meer over verteld worden in een van de volgende presentaties. En een leuk voorbeeld wat we mee hebben genomen in de brochure is de toolkit van Stichting Iedereen. Die gemeente een beetje op weg helpt om hier aan te werken. Dan is er ook natuurlijk het inclusief aanbod. Dus wat kun je als gemeente bieden? Nou, bijvoorbeeld het gebied van toerisme en recreatie is er best wel nog veel te doen. En een leuk voorbeeld daarvan is het Katwijkse strand. Dat zien we rechts onderin.
waar platen neer zijn gelegd en je nu met de rolstoel echt het strand op kan rijden en gewoon volledig kan recreëren. Wat echt heel dankbaar is ook ontvangen. En dan hebben we natuurlijk nog de zelfregie, daar had ik het eerder al over. Dus wat kunnen mensen zelf doen? Nou, we zien dat dat toch wel veel te maken heeft met computercursussen. En nou denk je bij computercursussen misschien heel snel aan ouderen, die wat minder digivaardig zijn, omdat ze niet opgegroeid zijn met computers. Maar het gaat zeker ook over jongeren. En het gaat ook over vluchtelingen. Links onderin is een flyer van DigiSterker en Vluchtelingenwerk. Die cursussen aanbieden speciaal voor vluchtelingen om bijvoorbeeld in te loggen met DigiD. En zo steeds meer mensen hun digitale of hun zaken met de overheid digitaal te kunnen laten regelen. En als laatste hadden we natuurlijk de categorie hulpstructuren. Dus wat is er te vinden in en rondom de gemeente? Nou, dat loopt heel erg uiteen. Dus dat gaat echt over hulp bij digitale zaken, dus samen met iemand dat doen. Het gaat over huisbezoeken bij 75-plussers, dus echt langsgaan en rondvragen. En bijvoorbeeld de helpdesk geldzaken van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat zie ik een beetje als een soort wat laagdrempeliger loket van de gemeente. Of je nou een kleine vraag of een grote vraag hebt rondom je financiële situatie. Je kunt bij de gemeente terecht en zij kunnen dan gaan kijken of een gesprek voldoende is of dat er verdere actie nodig is. En nou ja, dit is eigenlijk maar een hele kleine greep uit de tientallen voorbeelden die in de brochure staan. En die voorbeelden, nou, zoals ik al zei, die had ik nooit kunnen verzamelen zonder de gemeente, zonder de organisaties die ze allemaal hebben aangeleverd en afgelopen jaar zo hard hebben gewerkt aan inclusieve dienstverlening. En mijn hoop is dan ook dat veel gemeentes de brochure openslaan en ernaar kijken om niet zelf het wiel opnieuw uit te hoeven vinden, maar echt hier inspiratie uit te putten en zo samen de dienstverlening in Nederland een stukje inclusiever te maken. En ik ben heel benieuwd of daar nog vragen of reacties over zijn. Ik wil ook even de link in de chat delen. Zo jongens. Ja, dankjewel Julian. Julian, die kan je hem nog even proberen in PowerPoint stand te doen. Ik ga dat inderdaad nu even proberen. En dan ja, laten we het even doen. En in de vragen. Ja, ik zag ook wat vragen in de chat. Nou, een van de dingen die je bent vergeten te vertellen, Julian, is natuurlijk dat die brochure digitaal toegankelijk is, hè? Daar hebben we echt ook... Ja, tuurlijk, dat moeten we vertellen. Ja, en in dat opzicht zeggen we ook altijd, practice what you preach, hè? Dus in dat opzicht proberen we ook vanuit wat we doen, daarin ook het voorbeeld te geven. Dus in deze brochure hebben we ook rekening gehouden met echt ook mensen die slechtziend zijn. Mensen die daarin ook op andere manier naar willen kijken. Of hebben willen lezen dat die ook voor een breed publiek binnen gemeentes. Hè, want dat is doelgroep gemeentes. Deze brochure ook leesbaar is. Dus we zijn ook benieuwd naar die reacties. Het is nog allemaal vers van de pers. Dus, en ik zeg altijd, we groeien zelf ook altijd in digitale inclusie, omdat je nooit klaar bent. Hè? Dat is één ding. Dus we zijn ook gewoon benieuwd even naar de reacties als jullie hebben bekeken. Verder zie ik geen andere vragen dan dat ik hem analoog heb beantwoord. Zijn er vragen? Inderdaad, het zou niet nodig moeten zijn, maar het zou niet nodig moeten zijn om het te vertellen dat het digitaal toegankelijk is, maar de werkelijkheid is toch anders. En daarom ben ik ook benieuwd naar, hoe gaat het met jullie digitale toegankelijkheid? Of Julian die gaf ook net aan over testen met gebruikers. Zijn jullie daar ook mee actief in jullie organisaties? Laat het graag achter in de chat. En als ik wel. en zelf ben ik ook even benieuwd naar wat reacties op de brochure. Zijn er nog wat vragen? Zijn er nog vragen voor mij, voor Julianti? Zo niet, dan gaan we over naar de volgende sprekers. Lijkt mij. Dan kijk ik even of die in huis zijn. Maaike, Tone, Barbara van Silt, Bianca de Bie en John Bakers. Zijn jullie in huis? Jazeker. Ja.
Goedemorgen, we zijn er. Goedemorgen, wij zijn er ook hier. Goedemorgen allemaal, goedemorgen. Ik hoop dat de presentatie ook te zien is. Julian die heeft een nieuw PowerPoint staan, format. De informatiepunten, digitale overheid en de gemeente Breda samenwerking. Ik ga er zelf niet zoveel meer over zeggen, anders dan dat jullie het al in jullie verhaal gaan doen. Dus wat ik ga doen, is ik ga jullie het woord geven. Als jullie daarin starten, zouden jullie zelf willen voorstellen. En Maaike, mag ik jou het woord geven om daarmee te beginnen? Ja, zeker. Ik hoor mezelf ontzettend in echo trouwens. Dus ik weet niet of iedereen heeft een microfoon. Ja, nu is het beter. Dankjewel. Mijn naam is Maaike Tona voor basisvaardigheden bij de Koninklijke Bibliotheek. Ik zie in de vergadering heel veel bekende namen vanuit de bibliotheken. Dus die mensen zullen mij allemaal wel kennen. De mensen van de gemeente wat minder. Ook zal mijn verhaal voor de bibliotheekmensen hopelijk dan toch ook wel enigszins bekend zijn. Dus het is met name ook gericht op de gemeente. Ja, zoals ik al zei, programma manager basisvaardigheden. Dat houdt in dat ik landelijk het programma de bibliotheek en basisvaardigheden coördineer. En dat is eigenlijk een groot programma waarin wij vanuit de Koninklijke Bibliotheek bibliotheken helpen in de breedste zin van het woord met het opzetten van dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden. En een groot deelproject daarvan is digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers. Waar ook de informatiepunten digitale overheid onder vallen. En daar ga ik vandaag wat meer over vertellen. Ik zie dat mijn presentatie nog niet is opgestart. Maar ik wilde eigenlijk even beginnen met een filmpje, wat de bibliotheken dan wel weer zullen kennen. Maar misschien voor de gemeente niet. En dat filmpje laat echt in een paar minuten heel goed zien wat de informatiepunten digitale overheid nou precies doen. Dus Julian, ik weet niet of jij het filmpje kunt opstarten. Ah, daar zie ik mijn presentatie. Ja, ik ga eens even kijken. We hebben gisteren heel hard gewerkt om de filmpjes ready te maken. Ik gooi hem voor de zekerheid even in de chat, mochten mensen hem niet doen. Iedereen kan namelijk zelf op play drukken in de slide. Dus wel de vraag om dan het geluid goed uit te laten staan. En ik gooi nog even de link in de chat. Kunnen jullie even rustig voor jezelf het filmpje bekijken, dan komen we zo weer bij elkaar.
Oké, ik ga even kijken hoe ver iedereen wel zo ver is. Maaike? Ja, bij mij was hij nog niet zo ver, maar ik denk dat hij inderdaad voor de meesten wel... Nou, sommigen nog niet hoor. We zijn nog aan het kijken, wacht er nog even. Ja, oké. Okay. Ik denk dat nu iedereen wel een beetje klaar is, vermoed ik. Ik zie ook niks meer langskomen in de chat. Dus, en anders kun je het filmpje altijd nog nakijken later. Misschien, Julian, kun je de volgende slide doen? Nou, het is misschien dan wel even goed te melden dat we begonnen zijn met de 15 kopgroepbibliotheken in juli 2019. En ondertussen hebben we nu, ik heb daar straks de laatste stand van zaken bekeken, en zijn er 56 informatiepunten digitale overheid inmiddels. En in 2021 gaan we verder uitrollen naar alle bibliotheken. Ik wil nog heel even kort ingaan op de bibliothekenwet, waarin de bibliotheken... Nee, ik moet een webinar volgen, dus je hoort wel geluid. Als je last hebt, kun je beter even boven gaan. Ik hoor iemand iets zeggen tegen een kip of zo, denk ik. Ik zie ook dat er een ruis is. Ja, daar kan ik niet zo heel veel aan doen, want ik heb gewoon een kabelverbinding, dus helaas. Ik ga even door. Informatiepunten digitale overheid, dus waarin wij of burgers zelfredzaam maken via het cursusaanbod, oftewel in de juiste informatie voorzien. Dat lijkt misschien een beetje raar, omdat de bibliotheek bij het grote publiek misschien nog steeds bekend staat als een uitleencentrum voor boeken, maar dat zijn we eigenlijk al heel lang niet meer. In de bibliotheekwet staan bijvoorbeeld 5 functies vernoemd van de lokale bibliotheek. Nou, het is het ter beschikking stellen van kennis en informatie, bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie, lezen literatuur uiteraard, ontmoeting en debat in kunst en cultuur. En je ziet eigenlijk dat het informatiepunt digitale overheid en de dienstverlening daaromheen met de cursussen heel erg aansluit bij de eerste 2 functies. Dus Julian, als je verder kunt gaan. Nou, wat doet het programma Bibliotheek en Basisvaardigheden dan precies vanuit de Koninklijke Bibliotheek? Ik vertelde al dat wij bibliotheken helpen in de breedste zin van het woord. Nou, heel concreet is dat wij bijvoorbeeld monitoring van de educatieve programma's doen. Dus bijvoorbeeld van de digivaardigheidscursussen. Die kunnen we ook landelijk benchmarken en dan kunnen we ook landelijk de maatschappelijke impact daarvan laten zien. We doen heel veel op het gebied van deskundigheidsbevordering. Ook in het kader van het informatiepunt digitale overheid is het heel erg belangrijk dat de medewerkers in het informatiepunt ook een soort klantsensitiviteit ontwikkelen. Hè? Wat is nu de vraag achter de vraag? Welke problematiek zit er achter? Herkennen en van laaggeletterdheid bijvoorbeeld. Dus daar hebben we een heel apart deskundigheidsbevorderingsprogramma voor opgezet. We kopen landelijk de educatieve programma's in, die digivaardigheidscursussen. De bekendste zijn Klik en Tik en DigiSterker. Ik hoop dat jullie die cursussen allemaal kennen.
Nou, we werken natuurlijk hartstikke veel samen met landelijke stakeholders, zoals het diverse ministerie. In het kader van digitale inclusie is dat met name BZK. Maar voor andere projecten is dat ook bijvoorbeeld OCW. We doen heel veel op het gebied van kwaliteitsborging. Zo zullen we gaan kijken of we op termijn de informatiepunten digitale overheid ook mee kunnen nemen in de standaard bibliotheekcertificering. En we doen heel veel met betrekking tot marketing en communicatie. Wat bijvoorbeeld leuk is om aan te kondigen, dat komt gewoon straks ook nog terug, maar we gaan in februari, als we min of meer landelijke dekking hebben van de informatiepunten, gaan we ook een heel grote landelijke marketingcampagne opzetten. Ook op tv. Dus dat wordt wel spannend om daar meer bekendheid aan te geven. Volgende slide, Julianti. Nou, dit is dan even een overzicht. Voor basisvaardigheden in de breedte van wat bibliotheken allemaal doen. Bij basisvaardigheden wordt natuurlijk met name gedacht aan taal en digitale vaardigheden. Maar zoals je op deze slide kunt zien, bieden bibliotheken ook dienstverlening aan op het gebied van laagtaalvaardige ouders. Bijvoorbeeld de gezinsaanpak heet dat. Er gebeurt een heleboel op het terrein van werk en sollicitatie. Financiële vaardigheden, gezondheid. Het wordt eigenlijk steeds breder. Dus niet meer alleen taal en digitaal, maar echt die breedte van de basisvaardigheden ook in die andere domeinen. En je ziet het belang van basisvaardigheden in de lokale bibliotheek zie je ook terugkomen aan de hand van het aantal FTE dat door de bibliotheken ter beschikking wordt gesteld voor functies in dit domein. Dat neemt ook jaarlijks toe, zoals jullie kunnen zien. Nou, de volgende slide graag. Dan wil ik nog even heel even ingaan op het huidige kabinetsbeleid. Dat is natuurlijk ook al aan het begin van deze bijeenkomst ter sprake geweest, wat er allemaal gebeurt. Leidend hierin is het ministerie van BZK. Die hebben de agenda Digitale Overheid en al DigiBeter. Die wordt ook jaarlijks geüpdate. En dan kunnen jullie ook, daarin is digitale inclusie echt ook een belangrijk onderwerp. En daarin worden bijvoorbeeld ook de bibliotheken, maar ook Stichting Lezen en Schrijven in genoemd. Ja, doe maar door. Nou, dat zie je ook bijvoorbeeld terug in de Nederlandse digitaliseringsstrategie, ook daarin. Wordt de uitrol van de informatiepunten digitale overheid wordt genoemd. Ja, en dat is voor ons heel erg belangrijk, ook voor de structurele borging straks van de informatiepunten na 2021, wanneer het project officieel is afgelopen. Ja, volgende slide graag. Wat doen wij dan precies binnen digitaal? Of wat doen wij? Dat moet ik niet zo zeggen. Ik bedoel met wij de openbare bibliotheken. Het hele beleid, ik heb het al een paar keer gezegd, het hele beleid is eigenlijk gebaseerd op twee pijlers. Dus enerzijds maken we mensen zelfredzaam via het educatieaanbod. En anderzijds faciliteren we in de informatiepunten digitale overheid mensen met hulp en met informatie. Ga maar door. Ik ga nog heel even in op die twee pijlers. Het intensiveren van het cursusaanbod. We hebben nu ongeveer jaarlijks een bereik. Ja, god, dit jaar niet meegerekend uiteraard. Maar normaal gesproken hebben we een bereik van ongeveer 60.000 tot 80.000 burgers die we bereiken met alle cursussen van bibliotheken, landelijk. Dat lijkt best wel veel, maar op een totaal van 2,5 tot 4 miljoen kwetsbare burgers is dat natuurlijk nog niet zo heel veel. Dus we willen enerzijds ook dat cursusaanbod intensiveren en verder ook diversifieren, zodat we meer op maat gericht aanbod kunnen bieden aan burgers. Waardoor we ook het bereik echt kunnen vergroten. Want zoals de bibliotheken weten, is het bereik van kwetsbare doelgroepen is een belangrijk aandachtspunt.
Want die mensen komen niet vanzelfsprekend naar de bibliotheek. En dan heb ik het bijvoorbeeld met name over autochtone Nederlanders, NT1'ers met een achterstand op het gebied van taal of digitale vaardigheden. Zeer moeilijk te bereiken. Maar ja, daar gaan we echt extra inzet op plegen om dat bereik te vergroten. Volgende. Nou, dit heb ik eigenlijk al gezegd. 2019 zijn we begonnen met 15 kopgroepbibliotheken. Nou, in 2020, dus dit jaar, zouden er 50 bibliotheken aansluiten. Dat hebben we niet helemaal gehaald, omdat er veel vertraging is opgetreden in verband met corona. We hadden namelijk, ik noemde al het deskundigheidsbevorderingstraject. Nou, daar zat een heel groot fysiek gedeelte aan vast, waarbij de bibliotheken oefenden met acteurs in rollenspellen en zo, met verschillende casussen. Nou, die konden helaas niet plaatsvinden, dus een aantal bibliotheken heeft de opening uitgesteld tot Q1. Ik zei natuurlijk wel dat er al 56 informatiepunten zijn op dit moment. Maar dat wil niet zeggen dat dat bij 50 bibliotheken is. Ik zal even uitleggen. We hebben in Nederland ongeveer 140 basisbibliotheken met ruim 800 vestigingen. Dus die 56 IDO's, of informatiepunten digitale overheid, die zijn vaak, je kunt als bibliotheek in meerdere vestigingen een informatiepunt digitale overheid hebben. Vandaar dus dat verschil. Maar in 2021 sluiten eigenlijk nagenoeg alle bibliotheken aan en hebben we een landelijk dekkend netwerk. En ik zei het al in februari, de landelijke marketingcampagne, heel spannend. Volgens mij, ja, doe maar de volgende. Volgens mij, oh nee, ja. Nou, dit kwam ook alweer terug in het filmpje. Hè? Wat is het informatiepunt digitale overheid? Nou, in de informatiepunten, daar kunnen trouwens, Breda gaat daar dadelijk verder op in. Die kunnen dat veel beter uitleggen dan ik. Want ik praat eigenlijk alleen maar vanuit de theorie. En straks gaan we in op een heel mooi praktijkvoorbeeld. Maar in principe helpen de bibliotheekmedewerkers mensen met het zoeken en vinden van de juiste informatie. Gaan zij niet verder dan de DigiD, want dat mogen ze niet. En op dat moment verwijzen de bibliotheekmedewerkers door naar het maatschappelijk netwerk in de lokale omgeving. En daarnaast, het is ook al genoemd, kun je ook denken dat ze vanuit het informatiepunt de signaleringsfunctie hebben ten aanzien van mensen met schulden of lage letterdheid. En ook dan is die warme doorverwijzing is heel erg belangrijk. Dus het is voor de lokale bibliotheek echt van cruciaal belang dat ze dat lokale netwerk goed in beeld hebben, zodat je burgers integraal kunt bedienen. En daarmee bedoel ik, dus niet alleen dat je ze helpt met het concrete probleem waar ze mee zitten, maar dat je ook kijkt wat er nog meer speelt. En dat je ook op die manier voorkomt dat mensen nog verder in de problemen komen. Ja, noem maar de volgende. Nou, wat is het informatiepunt digitale overheid niet? Ik zei het net al even. Bibliotheekmedewerkers gaan niet verder dan de DigiD. Dat mogen ze niet. Het zijn immers ook geen maatschappelijk dienstverleners. Dus op dat moment verwijzen zij door naar specialistische hulp in de lokale samenleving. Ja. Volgende. Maaike. Ja. Ik denk dat ik al, ik ben al aan het einde gekomen. Ik zit al ver over de tijd heen, vast en zeker. Ja, klopt. Ik wil het toch even belangrijk maken. Er zitten een aantal vragen in de chat. En een daarvan is, hoe verbinden we de IDO's met de lokale loketten, met informatie van de lokale over lokale digitale overheid, schuldverlening WMO? Ik denk dat die vraag wel beantwoord is. Ik zag ook in het filmpje, hè, dat WMO ook op allerlei vragen ondersteund wordt bij de IDO. IDO, jongens, informatie, digitale overheid, dat is even afkorting. Ja, informatie van de digitale overheid.
Nou ja, kijk, die lokale samenwerking, ik noem dat al, die is heel erg belangrijk. En die is ook overal, anders geregeld. Hè? Je hebt in sommige gemeenten heb je minder, is het maatschappelijk middenveld minder uitgebreid. Maar bijvoorbeeld in grootstedelijke gebieden, ja, daar heb je weer heel veel partijen. En weet je juist als burger niet goed waar je moet zijn. Dus het in kaart brengen van die lokale partners via een sociale kaart en die samenwerking opzoeken is heel erg belangrijk. En vooral het no wrong door principe is daarin erg belangrijk. Dat je burgers niet van het kastje naar de muur stuurt. En Maaike, als ik het goed begrijp, verwijzing naar gemeentes. Het zit hem ook naar UWV en allerlei instanties die ook gemoeid zijn binnen de gemeente of de vragen die er zijn vanuit de mensen die bij buiten de gemeente. Begrijp ik het goed? Sorry, die vraag begrijp ik niet helemaal. Kun je dat nog De vragen die er zijn, die ook gerelateerd zijn aan gemeentes, hè? De gemeente, maar ook vragen die er zijn onder andere bijvoorbeeld uit UWV. Dat is namelijk een van de vragen in de chat ook. We doen dit project dus samen met een aantal uitvoeringsorganisaties van de overheid, waaronder UWV. Dus inderdaad, als het vragen zijn, zeg maar eerste lijns vragen over UWV, dan kan de bibliotheek inderdaad die beantwoorden. Klopt. Met een formulier. En het onderwijs, jullie hebben contact met het onderwijs, hè, in de buurt, de ROC's. Basisscholen. Ja, ik zit natuurlijk nog in de school. Er zijn 140 bibliotheken. En die hebben het allemaal op een andere manier geregeld. Maar volgens mij in de meeste gevallen hebben bibliotheken inderdaad contacten met ROC's. En dat gaat met name over het taalaanbod, hè, de taalkursussen. Waarbij daar... vaak is het aanbod in de bibliotheek aanvullend op het formele, op het meer formele onderwijs wat in een ROC plaatsvindt. Dus ja. Mensen zitten in klasjes in ROC's en in de bibliotheek kunnen ze zelfstandig oefenen met de diverse oefenprogramma's op de computers. En kunnen ze bijvoorbeeld ook tijdens de vakanties door blijven oefenen aan hun taalontwikkeling. Ja. Maaike, wij hebben elkaar gesproken, dus het onderwijs, dus allemaal verbindingen, ook even kijken naar de chat. Over de welzijnsorganisaties, die hou ik nog even vast, want gemeente Breda en de welzijnsorganisatie en informatie, digitale overheid gaan daar iets ook meer over vertellen. Deze vraag die je hier stelt, want wij hebben elkaar gesproken over van hè, die informatiepunten, digitale overheid, die gaan nu steeds meer landelijk groeien, hè? Om eens te kijken van, joh, hoe zitten die samenwerkingen, hè, tussen die gemeentes en die informatiepunten? En daarin zijn wij ook zoekende jongens, de luisteraars en de mensen die mij zien, van wie heeft de behoefte aan om ook meer in contact te komen binnen de eigen gemeente? Dus ook een vraag naar de gemeentehuizen, maar zowel naar de informatiepunten, digitale overheid, als jullie kijken. Wie zou graag in verbinding gebracht willen worden binnen zijn eigen gemeente, tussen de gemeente en informatiepunten en andersom? En als je daarin een mailtje stuurt naar maaike.tone@kb.nl of ook wel in de chat achterlaat, zou ik het heel mooi vinden, dan... pakken wij dat op, Maaike en ik, om te kijken hoe ver we daar die matching mogelijk kunnen maken. Ja, dus dat is deze gelegenheid, is een call to action naar jullie. Van wie, als jullie geïnteresseerd zijn, jullie willen meer weten hoe die samenwerken. En misschien zijn er al collega's binnen de eigen organisatie, hè, die samenwerken, want soms weet je dat ook niet altijd. Is niet erg, daar kunnen we ook kijken in hoeverre we die lijnen ook kunnen maken. Dus ja, ik wou één ding zeggen, Sakia. Ja? Er is onlangs ook een bibliotheekconvenant afgesloten tussen de verschillende overheidslagen, waarbij VNG ook getekend heeft. En daarin staat de uitrol van digitale inclusie en informatiepunten digitale overheid ook echt benoemd als concreet resultaat voor 2021. Dus ook vanuit dat convenant...
willen we de samenwerking stimuleren. Dus dat wil ik graag nog even toevoegen. Ja, dus die samenwerking met de bibliotheken is er natuurlijk al, hè, vanuit de gemeentes die daar ook in de financiering, hè, maar vooral ook die samenwerking die er nu nog mogelijk gemaakt kan worden, versterkt kan worden met informatiepunten, zou heel mooi zijn. Laat dat graag achter in de chat of in de mail naar maaike.tonen@kb.nl. Dan gaan we nu ook, gezien de tijd, jongens, snel naar de gemeente Breda. Dan kijk ik even naar Barbara van Siel, ben je er? En Bianca, John? Ja. Ja? Mag ik het woord aan jullie geven? Ja, precies. Ik zie de sheet al mooi staan. Dat ben ik, Bianca de Bie. Ja. Ik ben projectleider bij Nieuwe Vesten Breda. En wij zijn een van de 15 kopgroepbibliotheken die vorig jaar gestart zijn met het inrichten van een IDO. Een informatie van de overheid. Je kunt je zien wat ik erover vertel, met name vanuit de bibliotheekachtergrond, bibliotheekdienstverlening. Wij hebben het IDO aangegrepen als zijnde echt een mogelijkheid om onze bibliotheekdienstverlening verder op de kaart te zetten. Maaike gaf het al heel duidelijk aan. Het is een van onze 5 kernfuncties om kennis en informatie te geven. Maar wij doen zeker ook meer. Wij doen ook echt nog steeds het uitlenen van boeken, wat ik in de chat langs zag komen. Boeken bestaan gelukkig ook nog steeds. Online, fysiek, et cetera. In Breda hebben wij een IDO ingericht op 2 vestigingen. De derde is op komst. En wij hebben daarmee een bereik in Noord- en Zuid-Breda. En wij hebben naast onze bibliotheekvestigingen ook nog servicepunten waar we ook het IDO wel promoten. Wij hebben het IDO verder ook opgepakt vanuit het Taalhuis Breda. Taalhuis Breda is bij ons de organisatie naar onder. We doen dat samen in de stad. En daar geven wij de cursussen Klik en Tik, Digisterker. We werken samen met seniorwebgever, digicafés over allerlei onderwerpen. Allerlei termen die al voorbij zijn gekomen, dus hoef ik niet te herhalen. Waar wij het meeste mee doen is eigenlijk ook die samenwerking toch ook in de stad. Wij merken dat we zelf heel veel vragen kunnen beantwoorden, maar wij weten zeker niet alles. Misschien even vooraf daarvoor. Jullie zien rechts een foto van ons informatiepunt bij Bibliotheek Noord. Wij hebben het ingericht in een soort van huisje om een beschutte omgeving te geven. Mensen kunnen binnenkomen met een vraag. Mensen zien dat ze met vragen over de overheid bij ons terecht kunnen. Ze kunnen via de pc die we neer hebben gezet zelf de websites benaderen die op dit moment via het IDO toegankelijk worden gegeven. Dat betekent dat zij dus zelf ook dat ze zelf de websites van die organisaties kunnen benaderen, van die overheidsorganisaties, betekent wel dat zij dan ook zien dat die niet allemaal even goed toegankelijk zijn. Wij merkten bij onze trainingen dat wij heel veel kunnen leren en alle websites onder ons kunnen krijgen, maar dat wij ook zo nu dan schrikken van de toegankelijkheid daarvan. De tekst die erop vermeld wordt ook. En wij zijn ook heel blij met een Breda's initiatief, Breda Eenvoudig, wat straks nog aan de orde zal komen bij John Wekkers. Laten we die informatie nou eens ook goed toegankelijk maken voor iedereen, zodat die niet alleen toegankelijk is voor degenen die er echt iets mee moeten vanuit hun functie. Nou, wij hebben verder een tafel ook neergezet in dat huisje, zodat mensen, als ze binnenkomen met vragen, wij kunnen ze helpen achter de pc. Wij kunnen ze ook aan tafel verder helpen en wij gaan inderdaad met onze hulpvragen tot aan DigiD. Wij zorgen wel dat we daarna goed doorverwijzen binnen de stad. Wij hebben de samenwerking opgebouwd met de welzijnsorganisaties, met de zorgpartijen, de maatschappelijke organisaties. Wij hebben met Zorg voor Elkaar een netwerk van burgers, vrijwilligers en professionals vanuit allerlei maatschappelijke zorg en andere instellingen een goede samenwerking. En ja, wij moeten het zeker niet alleen doen. En dat kwam ook bij Maaike al duidelijk naar voren. En dat zal dadelijk nog even verder aangestipt worden door ook de gemeente en door Zorg voor Elkaar. Wat wij merkten bij de vragen die binnenkwamen, was dat in eerste instantie men dacht van oké, de overheid, nou dan kan ik nu weer een paspoort bij u komen halen. Ik kan bij u mijn rijbewijs verlengen. Nee, dat kan helaas niet. We kunnen wel helpen bij vragen daarover inderdaad. Wij zijn blij met het IDO zoals we het neer kunnen zetten. We zijn blij dat we mensen op deze manier kunnen helpen. Maar we zijn zeker ook blij met die samenwerking die we opzetten in de stad. En ik wil eigenlijk Barbara, John ook nog even de kans geven om in 2 minuten iets te kunnen zeggen. Want het is allemaal heel kort. Ja, graag.
Dankjewel, Bianca. Ik denk dat de slide nu getoond kan worden van het actieplan taal. Ja, dat is hem. Ja, ook heel kort, 2 minuten begrijp ik. Ik ben Barbara Seelt, ik werk bij de gemeente Breda en ik trek daar de aanpak taal en laaggeletterdheid. Ja, ik denk ook al aangegeven door Bianca, dat doe ik zeker niet alleen vanuit de gemeente, maar juist met de bibliotheek, het taalhuis, de partners van Zorg voor Elkaar Breda. En dat maakt, ja, denk ik, dat je in Breda een goed op elkaar ingespeelde machine hebt die mensen verder op weg kan helpen. Ik leg heel graag kort even een aantal dingen of licht ze toe naar aanleiding van dat taalplan. Jullie zien daar een afbeelding, een rondje. En dat vat eigenlijk samen van wat we in Breda aan het doen zijn als het gaat om mensen op weg helpen met het beter onder de knie krijgen van de Nederlandse taal en andere basisvaardigheden. Aan de rechterkant, en dat stukje dat hebben we beter lezen en schrijven genoemd, zie je alles wat we doen om dat aanbod in de stad verder vorm te geven. En dan krijg je dingen zoals Bianca ook al noemde, het digitale aanbod. Dan krijg je het aanbod via de taalhuizen in combinatie met de ROC's. De verwijzingsstructuren vanuit de taalspreekuur wat we het afgelopen jaren hebben opgetuigd. En dan zie je ook allerlei nieuwe initiatieven die we met elkaar aan het ontwikkelen zijn. Dan denk ik aan nieuwe vormen om burgers meer digitaal mee te krijgen. Cursussen herkennen en doorverwijzen bij de banken bijvoorbeeld. Mensen die problemen hebben met internetbankieren, haal je er daaruit. Maar denk ik ook aan rondom bereiken van nieuwe doelgroepen zoals de NT1'ers, die in ons aanbod wel aan bod komen, maar misschien nog wat ondervertegenwoordigd zijn. Dus op die manier proberen we eigenlijk samen met de taalhuis, met de bibliotheek, maar met een hele hoop partners in de stad, te zorgen dat we een dekkend aanbod hebben aan waar we mensen mee verder kunnen helpen. Tegelijkertijd ook dat je altijd mensen zal houden die het toch wat minder makkelijk zullen begrijpen. En daar gaat die tweede kant van het plaatje over. Makkelijker met elkaar in gesprek. Ik zeg altijd maar van we kunnen nog zoveel aanbod hebben met elkaar en nog zulke goede manieren om mensen daar naartoe te krijgen of te proberen te verleiden daar naartoe te gaan. Maar het ontslaat ons niet van de verplichting als overheid, als maatschappelijke organisaties. Om op een eenvoudige manier te communiceren. En daar gaat die tweede poot over. We hebben bijvoorbeeld een taalpanel, een netwerk van ex-laaggeletterden, die met ons meedenken hoe kan je teksten, websites, maar ook bijvoorbeeld bewegwijzeringen in een ziekenhuis, op zo'n manier doen dat dat begrijpelijk is en dat mensen het snappen. Bianca, of Barbara, sorry. Mag ik daarin, even met de tijd. Ik heb hier in de chat een vraag. Mag ik daarin interrupten? Tuurlijk. Er is een vraag. Hebben jullie overwogen om de IDO-functie te integreren in jullie Bali-functie? En wat is even daarin echt wat die samenwerking tussen de IDO en de gemeente Breda de meeste meerwaarde heeft gebracht voor jullie gemeente? Nou, het is denk ik een totaalverhaal. Dus het zijn allemaal geen losse pijlers. Maar wat je probeert is dat we zowel met de nieuwe vestibibliotheek, taalhuis, het informatiepunt digitale overheid, maar ook wat de gemeente eigenlijk doet, dat allemaal in elkaar te laten grijpen en dus geen dingen apart te gaan ontwikkelen. Dus op het moment dat ik in gesprek ga over het taalplan, dan ga ik dat niet in mijn eentje zitten doen. Maar dan ga ik vooral in gesprek met mensen in dit geval, met bijvoorbeeld een Bianca, om te kijken van en hoe kunnen we nou een aanbod neerzetten wat past in elkaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je elkaar in een vroeg stadium weet te vinden. Dankjewel, Barbara. Ik zit even te kijken misschien naar de tijd om John nog even aan het woord. Eén bruggetje en dan ben ik daar namelijk, over die begrijpelijke taal. Een ander initiatief wat daar denk ik goed op aansluit is het netwerk van Breda Eenvoudig. Ik geef gelijk het woord aan John, want dat gaat over hoe sta je als stad nou voor die opgave van eenvoudig communiceren. Mooi, dankjewel. John. Ja, dank je. Die staat al, heel fijn. Mijn naam is John Beckers, ik ben bestuurder van een organisatie met de naam Wij. En dat is een van de lokale organisaties in het sociaal domein van Breda.
Vanuit wij zijn wij trekker, aanjager, oprichter van verschillende netwerken voor onderzorg voor knapen daar. En dat is opgericht omdat heel veel burgers door de bomen het bos niet meer zien. Dus je kunt wel een IDO ernaast zetten, naast al die andere zaken die er zijn. Maar dan zetten we weer een boom erbij waarbij dat bos nog veel ingewikkelder wordt. Veel beter staan elkaar op te zoeken, samen te werken. En dat hebben we aan 30 organisaties in het verleden gedaan. Die zijn gaan samenwerken achter 3 kanalen. Een telefonisch aanmeldpunt, een website en een wijklocaties waar mensen terecht kunnen voor informatie en advies. Vanuit die 3 kanalen zijn er 30 organisaties die participeren. Die hebben samen 300 klanten, 300 professionals en die hebben dan vervolgens 3000 vrijwilligers en bijna 30.000 klanten. Het is een samenwerksverband van heel veel partijen, onder andere huisartsen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, klantmanagers van de WMO, schuldhulpverleners, alles wat je maar vinden kunt. IDO heeft, althans de Nieuwe West, heeft aansluiting gezocht bij ons, gekeken van hoe kunnen we samen optrekken. En dat opent de mogelijkheid om nog meer vestigingen in de wijken te krijgen. De bibliotheken komen daarbij, waar mensen terecht kunnen met hun vragen en vervolgens ook meteen warm kunnen worden doorgezet naar deskundigen als die nodig zijn. Dus ze worden niet doorverwezen, ze worden meteen doorgeleid, zodat ze meteen op de goede plek terechtkomen. Als je dat voor elkaar hebt, heb je een heel mooi warm netwerk in de stad waar iedereen terecht kan met alle vragen. Ook met vragen als het gaat om mijn koelkast is kapot en ik weet niet of er een nieuwe moet komen die kan betalen. John, dankjewel. Ja, wacht even, nog eentje. Een hele belangrijke voor wat we zien is dat we heel veel vragen krijgen van mensen die niet zozeer kunnen lezen, maar ook niet kunnen leren. En die worden ook nooit slimmer. Dus we zullen ontzettend ons best moeten doen om alle dienstelingen heel simpel te maken. En niet alleen de taal, het gaat ook om gedrag. Het gaat ook om grafieken, het gaat om plaatjes, het gaat over alles en nog wat. Daarvoor hebben we 12 organisaties bij elkaar gevonden. 12 grote organisaties in de stad die zich bereid hebben verklaard om dat voor elkaar te gaan brengen. En we merken in de praktijk dat er en heel veel energie is, dat het leuk is om te doen. Aan de andere kant dat het ook een hele lange weg is waar we jaren mee bezig zullen zijn. Voordat alles zo simpel is, zoals ik dat zelf altijd zeg, zoals de Efteling. Ik zag op een gegeven moment de documentaire Elisabeth kan het niet meer volgen. Een documentaire van Zembla. En daarin is te zien hoe mensen met een IQ van 70, 80... Het gaat dan om 16% van de bevolking, even voor de goede orde. Die wonen zelfstandig, die worden geacht zelfstandig te wonen. In het documentaire was te zien waarom dat op allerlei manieren overdag niet lukte. De dag erna was ik in de Efteling en dan zag ik diezelfde mensen en die deden alles zelfstandig. De Efteling had dat georganiseerd. Dat is zo georganiseerd dat iedereen daar blij wordt, dat iedereen daar ook zelf zijn ding kan doen zonder ondersteuning, zonder de begeleiders. De mensen mochten zelfstandig het park in. Gisteren sprak ik een sollicitant, die heeft daar gewerkt in de infrastructuur en de opzet van de Efteling. En die heeft me verteld hoe de paden zijn aangelegd, zodat de mensen elkaar steeds weer terugvinden. Nou, dat is het doordenken van een stad. Ik kwam naar huis, een paar jaar terug met de term Breda Efteling Proof. Zo wil ik het maar graag hebben met onze stad. En dat zou ik als motto toch wel heel graag willen meegeven. Maak je eigen stad zo eenvoudig als maar zijn kan. En hou het niet alleen bij taal, het gaat echt om het begrijpen van mensen die nooit gaan leren lezen en schrijven. Dankjewel, John. Dat is uiteindelijk waar we opnieuw komen op de inclusieve dienstverlening. Hè? Dat is meer dan taal natuurlijk. Hè? Het gaat inderdaad ook over gedrag, wat jij mooi zet. En nog een heel veel andere aspecten die de dienstverlening mogelijk maakt. Dankjewel. Even gezien de tijd. Er staan wat vragen in de chat. John, Barbara en Bianca, als jullie er nog op willen kijken en willen op reageren. Ga ik even voor de korte pauze. Julian, die de volgende slide graag. Gaan we even koffie halen. Maar ik wil even met jullie afspreken. We lopen een beetje uit met het volgende presentatie. Ik wil met jullie afspreken om 10:40. Dus een paar minuten om dan weer terug te zijn. Maar dan pakken we even in de tussentijd op een koffie en thee. Een pas moment. Dan zie ik jullie zo om 2 minuten. Dan gaan we weer vervolgen. Tot zo.
Zo jongens, daar zijn we weer. Dat is een hele korte pauze. En ik hoop daarin dat jullie wel voorzien zijn van koffie en thee. Ik heb wat water gepakt. En om de tijd, we lopen 5 minuten uit, dat is op zich ook niet erg. Maar zoals de ervaring is dat je daar best wel strak op moet zitten. Maar een hele inspirerende presentaties tot zover. En ik heb hele leuke reacties en vragen in de chat. Laten we elkaar vooral ook aansporen dat als de vragen niet beantwoord zijn in de presentatie, om die vooral ook in de chat te beantwoorden. De sprekers zullen daar ook naar kijken die de presentatie al reeds hebben gegeven. En nu naar de volgende onderdeel. Julianti, kan je de volgende slide inzetten? Dan gaan we naar onze volgende sprekers, Joyce, Olaf en Han, een collega uit bij de VNG op het terrein van digitale toegankelijkheid. Han en Raf de Roy, waarin we ook een panel gaan laten plaatsvinden waarin zij plaatsnemen. Han als relatiemanager markt en overheid van leveranciersmanagement en ICT marktontwikkelingen. En Raf de Roy, senior beleidsmedewerker team inclusie digitale overheid van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties. Jongens, zijn jullie in huis? Olaf, Joyce. Jazeker. Om maar mee te beginnen. Dan ga ik het woord aan jullie geven. Dan kunnen jullie zelf voorstellen. Ja. Olaf, begin jij? Yes, ik pak hem gelijk over. Mijn naam is Olaf Schoelink. Ik werk bij de VNG als trainee. Bij commissie of directie informatiesamenleving. En daar hou ik me onder andere bezig met digitale toegankelijkheid. Het eerste wat jullie misschien opvalt voordat ik het woord aan Joyce geef, is dat de slides andere kleuren hebben. Dat komt omdat ik zelf slechtziend ben en ik altijd de presentatie om moet draaien om het voor mezelf nog leesbaar te maken. Dus vandaar dat jullie dan ook gelijk een kijkje krijgen ook in mijn wereld. Dus ja, misschien een beetje opvallend, maar dan geef ik nu graag het woord aan Joyce. Ja, ik ben Joyce van der Klauw. Ik werk voor het project Iedereen doet mee. En dat gaat over het VN-verdrag Handicap, zal ik zo meteen ook nog wat over vertellen. Ik ben projectmedewerker en ik hou me binnen het project ook bezig met digitale toegankelijkheid en inclusie. En heel leuk om hierbij aan te kunnen sluiten. Julianti, de volgende slide. We hebben onszelf even voorgesteld. Zometeen zal het panel dat ook nog eventjes doen. Maar we wilden jullie eerst even meenemen in een filmpje. Server zonder zicht. Dat is gemaakt met behulp van de Oogvereniging. En dat geeft dan een heel hoe digitale toegankelijkheid eruit ziet. Dus Julianti zou je in de chat kunnen zetten. En daarna gaan we verder met de achtergrond over digitale toegankelijkheid en de paneldiscussie. Dus eerst even kijken naar een filmpje. Surfen zonder zicht. Inzicht in digitale toegankelijkheid voor blinden. Deze video is gemaakt door de VNG in samenwerking met Vooral en de Oogvereniging.
Zo, ver is iedereen met de filmpjes? Bij mij is die afgelopen. Ja, mij ook. Okay. Kunnen we misschien alvast even naar de volgende slide gaan? Ja. Ik geef het woord aan jou, Joyce. Ja. Voor de mensen die nog even bezig zijn met het filmpje, kijken we rustig af. We hebben hem gemaakt speciaal voor de Week van de Toegankelijkheid. Iedereen heeft wel eigenlijk een beeld bij fysieke toegankelijkheid. Dus iemand in een rolstoel zit, snappen mensen dat hoge drempels en trappen niet zo handig zijn. Maar bij digitale toegankelijkheid is dat wat lastiger om een beeld te vormen. Dus daarom hebben we dit filmpje gemaakt. Met dank aan de oogvereniging die hierin mee wilde meedenken en meehelpen. En vooral de Stichting in Den Haag, die opneemt voor de belangen van mensen met een beperking. Jullie horen het me al even zeggen, het VN-verdrag handicap. Net als dat je VN-verdragen hebt voor mensenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten, heb je ook een VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Ongeveer 1 op de 5 mensen of Nederlanders heeft een handicap, dus dat is een behoorlijke groep. En de VN merkte dat die groep eigenlijk niet voldoende aan bod kwam in de mensenrechtenverdragen die er al waren. Dus vandaar een apart verdrag. Nederland heeft dat in 2016 geratificeerd, dus bekrachtigd. En dat betekent dat je er ook iets mee gaat doen. En daar komen een aantal verplichtingen uit. En dat is voor gemeentes is de belangrijkste eigenlijk een lokale inclusieagenda samen met inwoners, ervaringsdeskundigen. Niets over ons zonder ons is een belangrijk principe. En gemeentes maken samen met deze groep inwoners een agenda hoe zij de positie van mensen met een beperking kunnen verbeteren, zodat iedereen vanzelfsprekend mee kan doen. Jullie zien ook het sociale model staan. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt kijken naar mensen met een beperking. Vanwege de tijd pik ik nu alleen het sociale model maar eventjes uit. Dat gaat er eigenlijk vanuit, je hebt mensen met een beperking en je hebt de maatschappij. En die hebben allebei een taak in het zorgen dat je mee kunt doen. Dus daar is digitale toegankelijkheid een mooie vorm van. Als jij je website of je digitale tools goed aanpast, kan iedereen daar gebruik van maken. En is het niet meer alleen een probleem van het individu, dus in dit geval Rick die blind is. Maar los je dat met elkaar samen op en zo kan ik op een goede manier zelfstandig meedoen. Dus dat is het belangrijkste principe van het sociale model. Olaf gaat zo meteen nog iets vertellen over een andere belangrijke verplichting die hangt aan het VN-verdrag handicap. En dat is het besluit digitale toegankelijkheid overheid. Olaf, mag ik jou het woord geven? Zeker, dan kan hij ook gelijk door naar de volgende slide. Want digitale toegankelijkheid is een behoorlijk hot item geweest de laatste tijd. Tenminste in september viel het nieuws ook heel erg negatief. Dat de overheden de regels aan hun laars lapten. Dus het was niet mis wat er allemaal werd gezegd. Maar wat is het nou eigenlijk? Nou, dan kan hij gelijk door naar de volgende slide. Maar ja, dus waarom kwam het eigenlijk in het nieuws? Nou, het komt uit de Europese richtlijn. En het is bedoeld om de toegankelijkheid van websites, mobiele applicaties en intra- en extranetten te verbeteren voor mensen met een beperking. En het is momenteel ondergebracht in Nederlandse wetgeving onder tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, overheid. Maar, het is al een tijdje geleden ingegaan, maar het wordt op een gegeven moment wordt het ondergebracht in de wet digitale overheid die er nog aan zit te komen. Nou is het belangrijk om te weten dat er eigenlijk twee aspecten zijn. Dus aan de ene kant betekent het dat je aan bepaalde eisen moet voldoen, bepaalde standaarden. En dat zijn dan de WCAG, de WCRG 2.1. En specifiek daarvan de A en de dubbel A standaarden. Dus dat is met ondertiteling op filmpjes of zoals in het filmpje van Rick naar voren kwam. Dat het dus daadwerkelijk met kopteksten wordt gewerkt. Zodat het voor iedereen met een beperking makkelijker wordt om daaraan te voldoen. Daarnaast zijn er ook de triple A standaarden. Maar die worden niet wettelijk verplicht. Maar het is wel zo, als dat kan en je ziet er mogelijkheden in, probeer ze gewoon toe te passen. Want het helpt wel een bepaalde groep mensen. Daarnaast is het heel belangrijk want, dat er een toegankelijkheidsverklaring wordt gepubliceerd. En aangezien ook niet elke organisatie of gemeente in dit geval aan al die eisen kan voldoen, dat ze duidelijk maken hoe ze dat gaan verbeteren. En dat is hier echt belangrijk. Van. Het gaat erom dat je voldoet aan die eisen en dat digitale toegankelijkheid echt gewoon dat er naar gestreefd wordt, dat aan die eisen wordt voldaan. Maar dat het ook zo is van, we snappen dat het moeilijk is, dus zorg dat je er naartoe werkt. Het is echt een proces waar je aan werkt.
Nou, dat betekent wel dat om in ieder geval gemeenten een beetje te helpen, is in die wet vastgesteld dat er bepaalde data aan zitten. Dus die komen in de volgende slide een beetje aan bod. Nou, de 2019, Lisa is al geweest, dus die hou ik hier buiten. 23 september, dat was waar het dus laatst om ging. En dat is dus dat echt elke website dat er voor een toegankelijkheidsverklaring moet worden gepubliceerd, dat het dus inzichtelijk moet worden zijn gemaakt. Hoeveel websites je nou eigenlijk hebt. En dan blijkt toch een groter probleem te zijn dan het op in eerste instantie lijkt. Gewoon om te kijken van waar staan we nou? En dat je daarin die meting doet. Nou, dat had al eigenlijk gedaan moeten zijn. Het is nu wel zo dat dat een beetje inzichtelijk is gemaakt en dat ook die toegankelijkheidsverklaringen binnenstromen. Maar wat dat betreft kunnen we nog wel ietsje beter daarin. Het gaat er gewoon om dat je daarin duidelijk maakt waaraan je voldoet. Dus dat je echt qua eisen van die A en AA eisen, dat je daarin stappen maakt of al zelfs hebt voldaan. De enige deadline die er nog aankomt wat dit betreft is 23 juni 2021 en dat gaat voor mobiele applicaties. Dus dat daar die ook inzichtelijk zijn gemaakt, toegankelijkheidsverklaringen zijn gepubliceerd en dat er ook verbeteringen worden aangemaakt. Graag de volgende slide. Nou, want hoe staan gemeenten er nou voor? We hebben vanuit VNG Beleid hebben we een onderzoek ook gedaan om een beetje te kijken voor hoe dat nou een beetje met gemeenten gaat. Het blijkt wel dat er al veel toegankelijkheidsverklaringen zijn opgesteld en dat gemeenten actief mee bezig zijn. Dat ook al veel websites dat er in stappen worden gemaakt. Dus dat er wel blijkt van, hé, we zijn er nog niet. Op bepaalde punten zijn echt moeilijk. Ik bedoel, de mensen die ermee bezig zijn, die willen het woord PDF waarschijnlijk al niet meer horen. Met hoe moeilijk dat is om het toegankelijk te maken. Maar er is wel een positieve beweging. De beweging naar digitale toegankelijkheid is ingezet. En daarnaast is het natuurlijk ook dat met leveranciers, die krijgen hier ook mee te maken. En dat het daar nu ook een onderwerp wordt. Dus die zien ook in de media dat het speelt. Dat gemeenten het echt in hun eisen gaan zeggen van we willen graag digitale toegankelijke producten. Dus dat wordt ook steeds meer een onderwerp bij hen. Neem niet weg dat er nog steeds wel knelpunten zijn. Dus dat er gemeenten wel merken dat binnen de organisatie, dus bij collega's, dat die niet altijd snappen wat het inhoudt. Dat het zelf ook moeilijk is om te begrijpen. Maar dat het is moeilijk om daardoor draagvlak te creëren. En ook vooral bestuurlijk. Dus in die zin kunnen daar nog. Oh, Olaf, je bent gemute ineens. Oh, hoe lang ben ik al gemute? Nee, dat is hem net. Bestuurlijk draagvlak heb je gezegd. Ja. Oh, nou, bestuurlijk draagvlak. Dat is belangrijk om te zorgen dat dit ook gewoon integraal wordt aangepakt in de gemeente. Geen idee hoe ik net gemute werd. Even kijken, dat is een knelpunt waar gemeenten tegenaan lopen. Dus dat het gewoon een besproken onderwerp wordt en dat iedereen hierin meegaat. Filmpjes zoals dat service zonder zicht, zoals we net hebben gezien, geven een beetje meer inzage en laten ook zien dat het echt daadwerkelijk nodig is voor bepaalde mensen om gewoon te kunnen functioneren en mee te kunnen doen. Daarnaast is er ook dat er binnen gebrek is aan kennis over hoe we dit gewoon goed kunnen aanpakken. De eisen zijn bekend, maar doordat iedereen met zoveel producten, zoveel technische, elk technisch implementatie is net weer een beetje anders. Dus om het standaard toe te passen is gewoon lastig om dat zo in te richten. En als laatste is het ook zo dat gemeenten zijn afhankelijk van leveranciers. En die werken niet altijd mee zoals gemeenten dat graag willen zien. Dus in die zin heeft het daardoor soms ook wel dat het wat langer duurt. En dan graag naar de volgende slide. Dan geef ik ook graag het woord weer aan Zakia. Zodat ze ons panel op dit onderwerp ook even kan bevragen. Ja, dankjewel Olaf. Ook voor de korte review die je hebt gegeven van waar gemeenten staan. Dus er is nog werk te doen. Hè? Dat is eigenlijk daarin wat ook staat. Zeker. En ook mooi wat je aangeeft, hè, van het hoeft nog niet helemaal klaar te zijn. Maar als gemeentes maar aangeven welke stappen ze maken. Hè? Want iedereen heeft zijn eigen situatie, hè? Met systemen, met de inrichting, organisatie geef je aan, draagvlak. Maar een plan, hè, wat al gewoon goed staat en waar je naar groeit in een aantal jaar, is dus ook wel goed om dat weergeven in de toegankelijkheidsverklaring.
Ja. Dankjewel, Olaf. Gaan we naar de panel. En met die gegeven wat je hebt gegeven, Olaf, gaan we naar Han Wammes. En Ralf, misschien willen jullie even zelf kort voorstellen. Want ik neem jullie mee. Ik heb gewoon een aantal vragen voor jullie en ook met de tijd. Dus graag als jullie zelf even willen voorstellen, want jullie zitten dagelijks in het onderwerp. Aan jullie het woord. Han. Ik ben Han Wammes, werkzaam bij VNG Realisatie als leveranciersmanager. En ik richt me met name op de relatie met de huidige leveranciers, maar ook kijk ik expliciet naar ontwikkelingen als cloud en common ground. En we proberen leveranciers ook mee te nemen in de ontwikkelingen waar gemeenten voor staan. En dit onderwerp is eigenlijk al een aantal jaren onderwerp van gesprek. En wat wij merken is dat leveranciers nogal lang reageren op deze ontwikkelingen. Ook omdat we zien dat de vraag tot nu toe bij gemeenten niet echt direct aan leveranciers gesteld is. Dat is althans het beeld wat ik terugkrijg vanuit mijn rol als leveranciersmanager. Oké, dankjewel Han. Dank je. Raf, waar ben je? Ja, hier ben ik. Raf de Roy is mijn naam. Ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals al werd aangekondigd. Ik zit in het team digitale inclusie en daar houd ik mij onder meer bezig met digitale toegankelijkheid. En de afgelopen paar jaar ben ik samen met het expertisecentrum Digitoegankelijk van Logius bezig geweest met het implementeren eigenlijk van de Europese verplichting. Dankjewel Ralf en Han. Ja, wij spreken elkaar wel regelmatig op het onderwerp digitale toegankelijkheid. En nou, in zover zitten we ook te kijken naar die knelpunten die zijn weergeven. Han, even opvolgend op wat Olaf net aangaf over gemeenten zijn afhankelijk van leveranciers. Is het ook niet zo dat gemeentes gewoon ook niet vragen aan hun leveranciers op hulp op digitale toegankelijkheid? Hoe zie jij dat? Ja, er is een wisselend beeld en ik heb een aantal leveranciers daarover bevraagd. En de meeste leveranciers geven wel aan dat ze met het onderwerp bezig zijn, maar kijken vooral extern naar de websites en minder naar de interne systemen. Dat is wat opvalt. En wat ze ook aangeven is dat met name de interne systemen best wel een uitdaging is, omdat dat de behoorlijke investering van de leveranciers ook vraagt. En zeker gezien de ontwikkelingen, er zijn veel gemeenten die met een transitie naar de cloud bezig zijn. De hele common ground ontwikkeling speelt er dwars doorheen. Dus wat je ziet is dat leveranciers rondom hun portfolio management best wel een uitdaging hebben in de zin van wanneer zetten we dat op onze roadmap, zodat we dat ook kunnen gaan plannen. Ze ontkennen het niet. Maar ze zeggen wel, we hebben meer tijd nodig. Hey. Als er vragen zijn voor Han en Raf, gooi die graag in de chat. Dan kunnen ze ook na afloop straks daarop reageren. Of nu kunnen we het meenemen in hun verhaal. Ja. Met dat gegeven Han, ga ik naar Raf. Raf, is het dan gewoon zo dat er wel een samenhang is met andere ontwikkelingen, zoals cloud en common ground binnen de organisatie, om de digitale toegankelijkheid te kunnen realiseren? Dat is lastig om in algemene zin te zeggen. Wat Han aangeeft is helemaal waar. Hè? Er vinden allerlei ontwikkelingen plaats en daarmee moet ook toegankelijkheid steeds nadrukkelijk speelt daarbij een rol. Het wordt vaak aangevlogen als een technisch vraagstuk en eigenlijk is dat meteen ook het deel van het probleem. Het is namelijk niet alleen een technisch, maar vooral ook een organisatorisch vraagstuk. Hoe organiseer je het? Hoe krijg je, en dat is ook een hele belangrijke, hoe krijg je eigenlijk de leiding van je organisatie mee bij dit onderwerp? Vaak zie je, omdat het als een technisch vraagstuk wordt aangevlogen, dan wordt het de eerste, de beste, zou ik zeggen, technisch specialist die zegt dat hij er verstand van heeft, die krijgt het hele onderwerp naar zich toegeschoven. En dat is eigenlijk het begin van een heleboel problemen. Juist de bestuurlijke betrokkenheid is denk ik heel erg belangrijk om op termijn, zeker op termijn echt ook het doel te kunnen bereiken. En dat begrijp ik inderdaad eraf. En maar als je kijkt naar van hoe de situatie nu is, is eigenlijk daarin dat we gewoon een tekort doen aan mensenrechten. Hè? In de zin van als we niet werken aan die digitale toegankelijkheid. Wat zijn daarin
de first steps die je gemeente daarin zou kunnen adviseren? Ja, nou, ik denk het allerbelangrijkste is, maak een plan. Juist om ervoor te zorgen dat die betrokkenheid er is en dat eigenlijk ook het onderwerp goed geborgd wordt. Als je dat eigenlijk in een beleidsplan neerlegt en een duidelijk doel ook stelt van wanneer je wat wil bereiken en hoe je het ook wil bereiken, dan wordt dat plan, dan wordt het doel ook een stuk beter haalbaar. De focus enkel leggen op technische zaken, een project draaien om een website technisch toegankelijk te maken, is een leuk begin, maar eigenlijk is het een proces en niet zozeer een project. En ik denk op het moment dat dat goed wordt opgepakt, dan zie je ook dat je stapsgewijs gewoon naar een betere en meer toegankelijke website kunt toewerken. Mooi, dankjewel. Han, even nog de laatste vraag daarin, voordat we naar de andere sprekers gaan. Die leverancier wat je net aangaf, eigenlijk zeg je van, zij zien geen businessmodel om te investeren in de digitale toegankelijkheid. Wat kunnen we daaraan doen? Of hebben mensen in de chat ook daar wat ideeën over van, hoe krijgen we die leveranciers ook zover dat ze brood inzien? Nou, ik zag net al een opmerking daarover voorbij komen. Ik denk wat belangrijk is om te realiseren is, dit is een wettelijke verplichting. En in dat kader hebben in het verleden alle huidige applicatieleveranciers ook het convenant ondertekend, waarin ze gewoon letterlijk zeggen, ondertekenen, dat ze nieuwe wetgeving zullen implementeren. Dus daar kun je ze wel degelijk aan houden. Plus dat we in de kwaliteitsnormen van de Gibbet hebben opgenomen dat ze moeten voldoen aan de WCAG. Dus in die zin kun je daar wel degelijk op beroepen. Maar ik denk dat de urgentie gewoon tot nu toe niet goed gezien is bij leveranciers ook niet. Maar en zou dat het misschien daarin zijn, Han, ook vanwege die bestuurlijke draagkracht, die daar ook nodig is, dat de bestuurders van hun eigen organisatie dat ook eigenlijk beter op de agenda moeten zetten in hun contact met de leveranciers? Nou ja, wat Raf terecht zegt, als het een technisch verhaal wordt, dan gaan leveranciers inderdaad zeuren over hun portfolio management. Hmm. Heb je bestuurlijke draagkracht, dan kun je ook ze wijzen op hun letterlijk wettelijke verplichting, maar ook, je had het net over mensenrechten, je maatschappelijke verplichtingen. En ik denk dat je daar heel erg op goed op kunt sturen. En we kunnen vanuit onze rol prima dit soort gesprekken met leveranciers gaan voeren, maar dan moeten we anders in gaan steken. Dan moet je echt een bestuurlijke insteek gaan nemen. Ik krijg hier een vraag in de chat, nog even de ene laatste is, zijn er duidelijke beleidsregels, is er een privacy of een toegankelijkheid bij design, van hoe je dat kunt gaan vormgeven, kan inrichten, die mobiele applicaties en die. Misschien is de vraag ook misschien meer vooraf? Ja, kan hem beantwoorden. Accessibility by design is wat dat betreft een heel goed uitgangspunt. Is dat je eigenlijk vanaf de allereerste pennenstreek, als je een plan maakt om een website te realiseren of te verbeteren, is dat je eigenlijk als een niet onderhandelbare eigenschap zegt van het eindresultaat moet aan toegankelijkheidseisen voldoen. En als je het nog beter aanpakt, dan kun je jezelf ontzorgen. Dan neem je ook op is dat de partij die dus de zaak oplevert, ook het bewijs moet meeleveren dat aan die eisen is voldaan. Je kunt het dus inderdaad organisatorisch zo inrichten dat je heel duidelijk aangeeft dat het aan welke eisen moet zijn voldaan. Dus geen mooie volzinnen, maar zo specifiek mogelijk aangeven. Hè? Want het is in feite een contract dat je, hoe heet dat? Je werkt met een contract. En zorg ervoor dat in het contract zo luid en duidelijk mogelijk staat aan welke eisen uiteindelijk moet zijn voldaan. En houd ook een leverancier aan die eisen op het moment dat dat blijkt dat niet volledig aan alle eisen is voldaan. Hè? Want dan is in feite niet aan de bepalingen voldaan in het contract. Dankjewel, Ralf en Han. Ik zie ook een hele mooie aanvulling in de chat van Tom. Die zegt van, joh, betrek altijd die ervaringsdeskundigen bij, hè? Die gebruikers. Hè? Dat stimuleren wij ook. Dat is een hele belangrijke om ook hiermee af te sluiten. Om die zeker ook
op allerlei manieren. In de brochure zie je ook wel allerlei voorbeelden van hoe je dat kunt doen in de digitale toegankelijkheid. Maar een burgerpanel kan daar heel goed bij helpen. Ik vond het een hele mooie. Het is een mooi bruggetje naar het volgende item op de agenda. Ja, ja. Han, ja, nog een laatste, want ik loop uit in de tijd. Ja, nee, ik zal hem heel kort houden. Als je kijkt naar de Common Ground ontwikkelingen, zie je dat we heel erg sterk sturen op verbetering van de dienstverlening. Mm-hmm. Daar hoort onder andere omnichannel dienstverlening bij. Als we die zaken niet goed op orde hebben, gaan we dat nooit realiseren. Voilà. Ja. We gaan de uitnodiging voor Omnichannel 8 december, jongens, die jullie in de agenda gaan we hier zetten. Maar dat is een ander, heeft een hele andere webinar, maar dat is 8 december. Han, dankjewel. We gaan hem in de chat gooien. Dan gaan we nu naar de volgende. Dankjewel, Raf en Han. Dank jullie wel. En Joyce en Olaf, dan gaan we naar de volgende sprekers. Julianti, kan je me de volgende slides geven? Even naar één, ik ga me niet voorstellen, want jullie hebben al dat jullie jezelf gaan voorstellen, Angela en Victor. Ik ga direct het woord aan jullie geven. Zijn jullie in huis? Ja. Victor? Ja, ook. Zeker. Super. Ik geef het woord aan jullie. Dan heb ik nog een vraagje. Ja? Praktisch. Angela en Victor, willen jullie zelf de PowerPoint delen of zal ik hem doorklikken? Nee, jij kan hem ook wel doorklikken. Dan probeer ik dat steeds te zeggen. Geen probleem. Oké. Okay. Sowieso mag die dan 1 verder. En 2. Hij mag nog 1 verder, ja. Hallo allemaal. Nou, wij beginnen even met een quote. Het is natuurlijk, iedereen zit hier omdat hij mag eentje terug. Omdat we eigenlijk hier allemaal van mening zijn dat natuurlijk een inclusieve dienstverlening gewoon van belang is bij de overheid. En wij wilden even laten zien dat de tijdsgeest inmiddels ook zo is dat binnen de politiek ook wat meer aan de orde is gekomen. En dit is natuurlijk iets heel moois voor het programma waar wij bij werken. En daar kom ik straks op, dus nu wacht de volgende. Ik ga ons eventjes voorstellen. Mijn naam is Angela Imhoff. Ik werk bij ICTU. Ik doe deze presentatie samen met Victor, die jullie nu niet zien. Hij werkt ook bij ICTU. We werken beide bij het programma Gebruiker Centraal. Victor is daar de programmamanager en ik ben projectleider van het NL Design System, wat een deelproject daaronder is. Dan hebben we nog een mooie slide met weer ons hoofd erop. Maar dan zul je zien, ik ga de presentatie verzorgen vandaag. En zoals bij alle andere presentaties komt de PDF daarvan beschikbaar. En mochten er vragen zijn, dan gaat Victor die in de chat of beantwoorden of mij even een seintje geven om daar verder op in te gaan. De volgende graag. eerst even kort. Ik zei het al, wij werken bij ICTU. Ik weet niet, heel veel mensen van jullie zullen het niet kennen en ik hoop dat dan heel veel van jullie het ook wel kennen. ICTU is een projectenorganisatie binnen de overheid en wij werken eigenlijk vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt en vooral bij maatschappelijke vraagstukken. Dan mag hier nog eentje verder, want wij werken binnen ICTU bij Gebruiker Centraal. En Gebruiker Centraal is eigenlijk een heel groot programma, een heel grote community. De naam zegt het al, ervoor wil zorgen dat alle overheidsdienstverlening ervan uitgaat dat de gebruiker ook daadwerkelijk centraal staat binnen de ontwikkeling en binnen de uitwerking daarvan. We hebben een hele grote community. Daarbinnen doen wij community en we ontwikkelen ook een aantal instrumenten. Even kijken. Angela is een beetje iets met de verbinding, maar we horen je weer. Ja, sorry, hij mag naar de volgende. En voor de activiteiten, hij mag nog eentje verder. Een van de leuke dingen die wij hebben gedaan vanuit Gebruiker Centraal was afgelopen week. En dat was een hele mooie online conferentie over design thinking bij de overheid. Met 600 online aanmeldingen en mensen die het gevolgd hebben en allemaal internationale sprekers. En design thinking is ook iets wat natuurlijk ingaat over hoe kan je vanaf het begin af aan je gebruiker al zo goed mogelijk betrekken. En dus ook de mensen allemaal laten meekomen daarin en de diensten daarop aansluiten. De volgende. Naast de alle bijeenkomsten hebben wij ook allemaal instrumenten. Dat zijn er al heel wat als je het rijtje ziet. En vandaag gaan wij ons vooral richten dus op één van de instrumenten. Het project waar ik projectleider van ben. Het NL Design System. En
Mag niet meer verder? Voor net zo'n gameshow. Ja, nog eentje verder. Het NL Design System is eigenlijk, sluit het heel mooi aan op waar we net een beetje mee afsloten met Han en Raf. En dat is het ontwikkelen van gebruikersvriendelijke mobiele sites, maar ook websites. Zoals je ziet hier op dit scherm is een illustratie van wat er nu allemaal bestaat aan knoppen die binnen de overheid bestaan om een verzendknop zeg maar in te drukken. Nou ja, als gebruiker weet jij dus niet of je met een gemeente, ja meestal weet je wel of je met een gemeente, maar het maakt je niet zoveel uit of je met een gemeente of een andere overheidsorganisatie te maken hebt. Je wilt gewoon een dienst afnemen of iets invullen. En dan maakt het je ook niet uit welke manier je een verzendknop drukt, als het maar voor zich spreekt dat je dat moet doen en dat het ook een soort vanzelfde afzender is. De volgende zie je ook nog eens een keer dat dat terugkomt, niet alleen in knopniveau, maar ook in formulierniveau. Op heel veel verschillende manieren wordt je gevraagd om iets te doen met DigiD. En dat kan natuurlijk voor een gebruiker, helemaal iemand die niet heel erg lekker kan meekomen, maar ook mensen die gewoon wel lekker mee kunnen komen, kan het best verwarrend zijn. De volgende. Om dat op te lossen is er de mogelijkheid om een design system te gebruiken. Dit gebeurt al best wel vaak binnen organisaties zelf. En dat een design system gaat ervan uit dat je één keer nadenkt over wat voor soort knoppen je gebruikt, wat voor soort patronen je gebruikt, dat je die dingen test op gebruikers, dat je die ervaring weer meeneemt en dat je een soort van standaard onderdelen ontwikkelt die je dan weer heel makkelijk kan inzetten als je weer een andere dienst, online dienst gaat maken. En een design system helpt daarbij. Er zijn een aantal organisaties binnen de overheid die dat hebben, maar eigenlijk kwam een aantal jaren geleden de vraag van waarvoor zouden we dat allemaal als organisatie aan zich gaan verzinnen en in ons eentje gaan verzinnen. Waarom kunnen we dat niet overheidsbreed doen? Om ook juist door voor die diensten zoals levensgebeurtenissen over organisaties heen, om dat voor een gebruiker vanuit een gebruikersperspectief zo makkelijk en eenvoudig en ook eenduidig mogelijk te maken. Hij mag eentje verder. En dat is het design system, het NL design system. Hier zien jullie hoe dat soort van werkt vanuit gebruikercentraal. We hebben aan de ene kant hebben we een design system, of dat zijn we aan het ontwikkelen. Aan de andere kant is er een community van organisaties, waaronder een aantal gemeentes ook, maar ook een aantal uitvoeringsorganisaties en Rijksoverheid, dus departementen. Die werken samen om die bak, zeg maar, die bibliotheek met die boeken daarin, om dat zo goed mogelijk te krijgen. En vervolgens krijgt dat dan weer uiting in verschillende overheidswebsites en apps. Hij mag weer verder. Ja, en in een design system zitten niet alleen, zeg maar, de knopjes en de onderdelen, maar het is code, dus het is voor designers is het interessant, voor developers is het interessant. Er zit design in, dus er zitten afspraken in op basis van gebruikersonderzoek. Hoe kun je het best een pagina weergeven? Waar kun je het best een knop neerzetten? Hoe kun je het best een gebruikersflow maken? Dus dat is weer voor designers heel erg interessant als ze daarmee gaan aan de slag gaan. En er zit natuurlijk ook content in. En dat is heel basic, wat zet je op een knop? Maar ook hoe zit, als je een hokje hebt, wat moet daar ingevuld worden? Hoe zorg je dat op een site komt? En die drie werken eigenlijk samen. En dat zie je ook in de community, dat zowel developers, designers en redacteuren zijn, die vanuit die gedeelde visie dus zorgen dat zo'n pagina ook echt klopt. De volgende. En dan de voordelen van het design system. En daar haakt dat ook een beetje in al op, zeg maar, van leveranciers zouden hier ook profijt van kunnen hebben. Omdat je met een design system denk je vanuit de community, vanuit de overheid, denk je na over één uniforme code die dus voldoet aan allezelfde standaarden. Je doet het niet meer allemaal zelf, maar je maakt gewoon gebruik van de basis, waardoor die basis en je veel meer tijd en energie kan besteden aan de dingen die er echt toe doen om je dienstverlening echt te verbeteren. En daarnaast is het uitgangspunt van het design system dat de dingen die erin zitten getest zijn. Dus zowel de webrichtlijn als die net al voorbij kwamen, de accessibility, maar ook alle security dingen, wordt gewoon getest, zowel met gebruikers als technisch, als door bureaus, om te zorgen dat dat allemaal klopt. Volgende slide, please. En voor de burger heeft dat dan de volgende voordelen. En dat is vooral gebruikersgemak, toegankelijkheid en herkenbaarheid. Door te werken met generieke patronen kun je die gebruikerservaring verbeteren.
Volgende slide, please. Ja, een aantal voorbeelden. Er zijn al een aantal overheden die dit hebben. Dat zijn buitenlandse overheden die ook soort van inspiratie al dienen voor organisaties en nu ook voor het NL Design System. Een hele bekende daarvan is GovUK. De volgende is die van Italië. GovUK is heel erg centraal en Italië is wat meer decentraal gericht. En ook binnen Nederland hebben we goede voorbeelden. En dat is de volgende slide. Dat is de design system van Duo Uno. En Duo heeft ook aan de basis gestaan van het NL design system. En zij hebben een kopie van hun design system cadeau gegeven aan ons. Aan de community van Gebruikers Centraal. Om op basis daarvan te gaan kijken. Zou dit omgebouwd kunnen worden tot een overheidsbreed exemplaar. En daar zijn we nu heel erg druk mee bezig om dat ook voor elkaar te krijgen. De volgende slide graag. En nog eentje verder. Zoals ik al zei, bevat een NL Design System verschillende onderdelen. Hij mag één verder hoor. En dat is aan de ene kant elementen. En elementen die moeten toegankelijk zijn. En dat zijn onder andere interactieve tabellen. Daarnaast heb je patronen, dus dat zijn echt wat meer interacties en wat meer dingen dan alleen, die zijn opgebouwd uit de elementen, zeg maar. Daarnaast zitten er ook richtlijnen in, dus dat is meer echt hoe moet je het doen, waar moet je je aan houden, wat is gebleken uit onderzoeken wat werkt, wat kunnen wij zeg maar aanraden en dat zit er allemaal in, zodat je het zo goed mogelijk en zo effectief mogelijk kunt inzetten. En daarnaast is het idee ook om het in verschillende stijlen te doen, omdat ondanks dat een patroon of een flow hetzelfde moet voelen voor een gebruiker, is het natuurlijk wel zo dat iedere organisatie zijn eigen huisstijl heeft. Dus het is dan wel belangrijk dat die huisstijl, dat die toegepast kan worden en dat dus binnen die huisstijl ook nog steeds alle accessibility normen goed blijven staan. De volgende graag. Het NL Design System dan. Dit is allemaal een beetje de voorloop van wat is überhaupt een design system. En een beetje al heb ik verteld wat het NL Design System doet. Het project bestaat al enige tijd. Het idee is al een beetje vanaf 2018 ontstaan. Maar afgelopen jaar is het eigenlijk echt wat meer in een stroomversnelling geraakt. Na een best wel grote, lange periode van behoeftepeilingen en kijken van nou kunnen we dit allemaal, willen we dit allemaal wel, is er dus op basis van het voorbeeld van Duo is er gewerkt aan een proof of concept. Daar zijn ook een aantal voorbeelden voor, die zullen we later wel delen in de chat of aan de achterkant, zeg maar. Dat zijn vooral Zuidrecht en Overheid Mi. Zij hebben dus die kopie gepakt van Duo en daar ook echt laten zien dat je daar ook echt mooie sites op kunt bouwen. En momenteel zijn we bezig met een kernteam. Hij mag naar de volgende slide. Dat hebben we op basis van het innovatiebudget gekregen, wat dit jaar weer is uitgereikt door BZK. En dit kernteam is eigenlijk nu om te zorgen dat er een beetje een vliegwiel-effect komt, dat al die partijen uit de community samenkomen en dat er ook daadwerkelijk een doorontwikkeling plaats gaat vinden. We werken daarvoor, dat werd net ook al genoemd, samen met Common Ground. Dat zijn natuurlijk heel veel gemeenten die daar al op zo'n manier werken en die heel graag aansluiten. Onder andere gemeente Eindhoven en Den Haag doen dat ook. We werken ook samen verder met andere overheidspartijen. Dus het is ook echt overheidsbreed wordt het ingestoken. En voor die doorontwikkeling zijn we nu met het kernteam aan het kijken of er een aantal componenten echt helemaal uitgewerkt kunnen worden, helemaal getest kunnen worden bij de verschillende organisaties, zodat we dit steeds weer stapsgewijs kunnen uitbouwen. En daarnaast zijn we natuurlijk bezig, als dit ook daadwerkelijk allemaal gevalideerd wordt en werkt, dan willen we natuurlijk dat dit in de toekomst ook echt gebruikt en een goede adoptie plaatsvindt. Hij mag naar de volgende. En dat ziet er dan zo uit. Ik liet net al zien het design system, de community en hoe dat werkt met de websites en de apps. En daartussen zit nu dus momenteel dat kernteam, wat eigenlijk dat wiel dus draaiende houdt. En mijn oproep eigenlijk aan de mensen die kijken en die denken, dit vind ik echt super interessant en hier wil ik iets mee. Of wij zijn nu bezig binnen de gemeente of binnen onze organisatie als andere mensen in de gemeente met iets ontwikkelen. En wij zouden heel graag willen weten of we kunnen kijken of we hiervoor samen kunnen werken. Heel graag. We horen dat graag. Een volgende sheet.
staan daar weer gegevens over. Sowieso kun je nalezen op NL Design System of designsystem.gebruikerscentraal.nl wat meer informatie over het design system. We hebben een Slack kanaal waar je mee kan praten, maar dat is meer gericht op designers en developers. Dus mocht je gewoon vanuit de organisatie nu mensen weten van, nou, die moeten eventjes met jullie spreken, dan laat dat weten aan mij of aan Victor en dan zorgen wij dat we met het kernteam en jullie een keer om tafel gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. So far. Dankjewel. Ik zie in de tussentijd is Victor ook in de chat actief met het beantwoorden van de vragen. Dankjewel, Victor. Ik zie daar even naar een aantal vragen. Ik zie al best wel veel vragen beantwoord is. Ik sluit even aan op jouw verhaal, Angela, wat jij zei van, jij doet een oproep ook naar de gemeentes, in het bijzonder in deze. Wij hebben elkaar ook even gesproken over de ontwikkelingen die er zijn, over mijngemeente.nl, hè, die platformen die ook nieuw in de kinderschoenen staan in de start bij grotere gemeentes, wat verder dan wat kleinere gemeentes. Daar hebben we elkaar over gesproken om te kijken van, joh, hè, vind je een gegeven moment heel belangrijk om het common ground, maar ook, hè, dat samen organiseren van, hè, niet opnieuw het wiel uitvinden en uniform met elkaar, hè, te coderen. Niet zozeer om dat als doel te hebben, maar het doel daarin is die dienstverlening waar we willen. Hè, is dat we gewoon één overheid zijn, eigenlijk als het ware. Hè. Dat is eigenlijk een beetje van, dat je niet wil dat je naar een site kijkt, dat je denkt van, zit ik bij de W-kamp of, hè, dat, of zit ik bij de overheid? Hè? Dus die uitstraling die we daar ook willen hebben in onze huisstijl, in onze design, in onze imago uiteindelijk, hè, waar het gaat naar de mensen toe. Hoe staan jullie daarin? Even ook naar de gemeentes die in de chat zitten. Maar even een vraag naar jullie van, zou zoiets ook kunnen werken om dat samen op te pakken? Ja, zeker. Oh, voor mezelf in een echo, maar ja, zeker. Nee, dat is zeker iets om samen op te pakken. En juist is dat ook iets, denk ik, als je dat oppakt in het kader van het design system, dat je daar al gelijk met z'n allen over na kunt denken en uiteindelijk dus ook veel profijt van kunt hebben, omdat het al uitgedacht is en daarna dus heel gemakkelijk ingezet kan worden bij andere gemeenten en andere organisaties. Ja, dankjewel. Victor, heb jij nog een aanvulling te doen? Ik heb je helemaal niet gehoord. Normaal praat je wel altijd zoveel. Nou, want het was ook de taakverdeling dat Angela zou praten en ik in de chat zit. Ik heb net nog met Ton, die had een vraag over of er eindgebruikers testen. En het is misschien wel even goed om die toe te lichten. Want het design system bestaat op dit moment uit allerlei hele kleine bouwblokjes, waarmee overheden zelf aan de gang kunnen gaan om hun eigen dienstverlening te maken. Echt de websites en de apps. Die websites en die apps, die kun je testen. Die moet je ook vooral testen met eindgebruikers en ervaringsdeskundigen. Maar die kleine onderdeeltjes, daar heeft het nog geen meerwaarde bij. Op het moment dat er patronen en hele pagina-templates in gaan komen, dan wordt het ook wel dan is het daarbij ook een randvoorwaarde dat het getest is met eindgebruikers. Dus misschien wel even goed om dat te verduidelijken. Ja, dat is een goede aanvulling. Ik denk ook dat het goed is. Er zijn bijvoorbeeld een aantal, vooral ook weer grote gemeenten, waaronder Den Haag, die zijn nu gestart met een service design traject. En zij hebben dus in hun stadskamer wel echt gebruikersonderzoeken gedaan. En al die inzichten die zij daaruit halen over hoe werkt nou het makkelijkst zo'n patroon van, ik wil mijn app inkijken en ik wil zien waar ik zit in het scherm en ik wil weten wat mijn status is met mijn aanvraag. Al die inzichten die geven zij terug aan het design system, waardoor andere organisaties daar ook weer van kunnen leren. Dus het is het wordt echt getest met gebruikers, maar het design system zelf nog niet, maar alle onderzoeken en straks dus weer de patronen die daaruit volgen, die wel degelijk, ja. Mooi, en dat is ook een hele mooie versterking naar de inclusieve dienstverlening, wat daarin ook beoogd wordt vanuit de gemeentes. En daarin, als er geen vragen meer zijn, of Victor en Anja, je ziet ook nog wat dingen waar jullie kunnen reageren in de chat. Verder, als er geen vragen zijn, dan gaan we afronden. Dan gaan we naar de laatste presentatie van vandaag van TU Delft. Dankjewel, Victor en Angela.
Carolien en Wessel, zijn jullie in huis? Ja. Ja, nou super. Hoi Wessel. Goedemorgen allemaal. Goeiedag. Ik denk maar dat ik daarin het woord ga geven aan jullie, dat jullie zelf kunnen voorstellen. En de toelichting kunnen geven over het onderwerp innovatieve concepten voor inclusieve dienstverlening. Helemaal goed. Goed. Ik zal van wal steken om even uit te leggen van TU Delft is heel groot, maar waar de studenten vandaan komen. Volgende slide. Misschien kun je jezelf even voorstellen eerst. Ja, ik ben Caroline Kroon. Ik ben Caroline Kroon. Ik ben industrieel ontwerper en part-time ook nog verbonden aan de TU Delft en de faculteit industrieel ontwerpen, waar ik studenten begeleid met ontwerpprojecten. En specifiek nu, waar dit nu over gaat, dit project masterstudenten. Masterstudenten die wat ze leren op IO, oplossingen verzinnen in niet alleen productontwerpen, maar ook in service concepten. Dus kijken niet alleen het product zelf, maar ook hoe het gebruikt wordt. Ik zal eventjes introductie doen aan Wessel Veenkoop, is een van die studenten. En die zal straks als zijn blik als zijnde student zal hij dat verder toelichten. De VNG heeft de TU benaderd om mee te denken, om de studenten mee te laten denken over opdracht, over oplossingen voor inclusieve dienstverlening van gemeentes. Volgende slide. Wat was namelijk, dit begon, die samenwerking begon anderhalf jaar geleden. De gemeentes moesten inclusiever zijn. En wat betekent dat inclusiever? Is eigenlijk zie je dat de samenleving steeds, de digitalisering van de samenleving, dat er veel meer digitale producten en services gebruikt worden. Maar wij zijn er, heel veel van ons zijn eraan gewend. We zijn opgegroeid met soort van met computers. We hebben iPhones en we gebruiken iPads en wat ook. Maar er is toch een deel van de samenleving die niet zo goed kan meekomen, die dat niet zo goed gebruikt. En we noemen dat digitale beperkte digitale geletterdheid. Waar moet je dan aan denken? Dat zijn de oudere mensen. En dat kan zijn omdat ze niet gewend zijn om te gebruiken, maar ook omdat ze moeite hebben om te gebruiken, gewoon motorisch. Het zijn de blinden en slechtzienden, omdat het heel vaak ook misschien wel mensen die niet kunnen horen, maar we hebben het nu in deze deze opdracht hebben we contact gehad met doven en slechthorenden. En de mensen die illiterate people, ongeletterd, dus mensen die moeite hebben om sowieso als ze dingen lezen, om het te snappen. En die hebben dus met digitale systemen, hebben ze daar nog meer problemen mee. De opdracht die de studenten gekregen hebben, is om te kijken bij gemeentes of ze oplossen konden bedenken om deze groep mensen, om die te helpen om zelfstandig te communiceren, hun dingen te doen bij gemeentes. Volgende slide. Hoe hebben we dat gedaan? Is een deel van het project wat de studenten gedaan hebben, is dat ze onderzoek gaan doen in de context, dus in de context van de gemeentes en ook zich verdiepen in die gebruikers die hier moeite mee hebben. Dit hebben we gedaan doordat het hele team, het projectteam waarmee de studenten konden werken, bestond uit verschillende gemeentes en ook nog 3 stichtingen. Je ziet hier de gemeentes die allemaal meedoen en onder ook nog SeniorWeb, Stichting Lezen en Schrijven en Oververeniging. Zij zijn aangesloten bij het project, waren aangesloten op vorig jaar. Dat betekende dat de studenten hun konden benaderen om vragen te stellen, maar ook om user panel sessies te hebben, dus om feedback te vragen, om eerst hun ideeën voor te leggen en daarna ook al uitgewerkte concepten te laten gebruiken om van hun feedback te krijgen of ze het snapten. En de gemeentes, daar zijn ze in eerste instantie ook heel veel naartoe gegaan om te kijken hoe de processen nou plaatsvonden. En
aan het einde ook hebben ze gemeentes weer gebruikt om hun concepten te implementeren, om het daar neer te zetten, om dan te kijken van hoe mensen ermee omgingen. Volgende slide. Wat ik net zei is, deze samenwerking is anderhalf jaar geleden al begonnen. En vorig jaar, na een project van een half jaar, zijn daar 13 concepten uit voortgekomen. Daar is een boekje van gemaakt. Je ziet hier eventjes wat foto's ervan, maar zijn jullie daar geïnteresseerd in, dan kun je via die link die jullie straks ook in deze presentatie staat, kunnen jullie het boekje terugkijken om nog te zien welke concepten daar gepresenteerd zijn. Wat er mee is gedaan, is de klankbordgroep en vooral de gemeentes hebben hun voorkeur gegeven over deze concepten en we zijn nog doorgegaan met de drie meest veelbelovende. Volgende slide. En deze drie concepten, waar de meeste interesse voor was, hebben we nog iets verder uitgewerkt, waarbij we vooral gekeken hebben naar de haalbaarheid en implementatie bij de gemeentes. En die hebben we tijdens een webinar ook nog gepresenteerd op 10 november. En ook hieronder staat weer een link naar die webinar, waarbij jullie ook de presentatie hiervan nog kunnen bekijken. En wat hebben we uitgewerkt? We hebben een service desk uitgewerkt, self-service desk, waarbij vooral gekeken is naar mensen die het wel alleen willen doen, maar het soms niet allemaal snappen en eigenlijk af en toe toch wel hulp willen hebben. Dus hoe kun je dat oplossen? We hebben een oplossing uitgewerkt voor het wachten. Dus als je wel een afspraak hebt gemaakt, maar je moet wachten voordat je aan de beurt bent, hoe kun je dat met technologie of sowieso, hoe kun je dat verbeteren? En we hebben gekeken naar wayfinding specifiek voor blinden. Want de studenten kwamen erachter dat er op dit moment voor de gemeentes eigenlijk helemaal geen oplossing is voor blinden om hun weg te vinden binnen overheidsgebouwen. En dus nu binnen het gemeentehuis. Dus deze drie... volgende slide. Sorry, ik had door moeten klikken, want hier hadden jullie ook wat plaatjes ervan. Hier zie je even heel kort een presentatie van... wat we gepresenteerd hebben. Maar zoals gezegd kun je dat in de link, zou je daar nog meer informatie over vinden. Ben je geïnteresseerd, kun je daar ook weer doorklikken en wordt informatie gegeven naar hoe je hier misschien met andere groepen, hoe je daar misschien samen een pilot zou kunnen starten om hiermee door te gaan. Volgende slide. Dit jaar, en dat is een september zijn we weer met een nieuw project gestart. Weer net wat andere focus. Waarbij wat meer gekeken is naar de service systemen. Dus niet de self-service desk, maar meer de informatiesystemen. Je ziet hier de drie focusgroepen. Het gebruik van een chatbot. Het sign-in proces van... zowel de website als je je aanmeldt als je het gemeentehuis binnenkomt. En een single service. En wat houdt dat in? Dat je iets autonoom, iets helemaal zelf kunt regelen. Maar een van de studenten die aan deze opdracht werkt is Wessel. En die zal jullie daar nu wat meer informatie over geven. Over zijn bevindingen in het eerste kwartaal. Wessel, de woorden zijn jou. Dankjewel, Caroline. Ik ben Wessel Veenkamp. Ik ben een van de studenten van de studentengroep die momenteel dus bezig is met het project voor VNG. En ik wil dus de komende 10 minuten wat vertellen over hoe het is vanuit het perspectief van een ontwerpstudent om met de problematiek als inclusieve dienstverlening om te gaan. Als je op de volgende slide gaat, dan zie je mij lekker in de box wegmijmeren in de verte. Ik ben de student van de Master Integrated Product Design. En momenteel zijn we bezig met het vak Advanced Concept Design, waarbij we dus concepten gaan uit ontwikkelen en uitdenken die het beste aansluiten bij de problematiek. Op de volgende slide wilde ik even wat zeggen over wat mij persoonlijk trok tot deze case. Aan het begin van het semester moesten wij dat allemaal aangeven qua voorkeuren. En eigenlijk is het heel interessant om de wat meer, zoals vandaag volgens mij ook al meer gezegd is, om de ontwerpfilosofie en de ontwerpmanier van denken toe te passen op meer maatschappelijk brede problematiek in dat soort contexten.
vroeger was industrieel ontwerp, vooral ook toen ik er zelf aan dacht, stofzuigers en broodroosters. Maar nu wordt het steeds meer ook op dit soort manieren toegepast. En ik vind het zelf mega interessant om te kijken hoe je een wat groter effect met die filosofie kan bereiken. En dan op de volgende slide. Nou, dit had Caroline net ook al laten zien, maar ik wil er nog even over zeggen dat als student eigenlijk super gaaf is om zoveel contactmogelijkheden te hebben binnen het project. Dus we kunnen en met VNG contact hebben, we kunnen bij gemeenten allerlei vragen stellen, maar wat ook super belangrijk is, denk ik, voor ons als studenten, is dat we dus contact kunnen hebben met stichtingen als SeniorWeb, als Stichting Lezen en Schrijven en oogverenigingen. Omdat je als ontwerper in dit soort problematiek echt vooral nu wil gaan kijken naar de eindgebruiker. Dus wie zijn geëxcludeerd in de huidige digitale samenleving? En hoe speelt dat voor hun? En hoe kunnen we dus voor hun iets ontwerpen wat echt aansluit op hun behoeften? Nou, als je op de volgende slide kijkt, dan zie je een student achter zijn bureau. Dit is hoe ik er alle dagen ongeveer uitzie. En aan het begin van het ontwerp zit je zo achter je bureau. En dan is het eigenlijk heel leuk dat je met een fris perspectief op de problematiek kan kijken. Dus je kan heel snel je afvragen, oké, maar waarom gebeuren dingen zo? En kan je wat brutaler alles een beetje loslaten en alles kritisch gaan bekijken? Aan de andere kant is het best lastig als student om nu in je eentje op je kamer bekend te worden met de complexiteit van alles. En je helemaal in te leven om uiteindelijk een goed concept door te ontwikkelen. Dus om dan een beetje dat inlevingsvermogen en de beeldvorming te krijgen, ga je heel veel onderzoek doen. En nou is een van de onderzoeken die we hebben gedaan, is te zien op de volgende slide. Waarbij we via Stichting Lezen en Schrijven en SeniorWeb een ergonomisch onderzoek hebben gedaan, waarbij we eigenlijk gewoon wilden weten van oké, er zijn nu websites van gemeenten waarbij burgers hun zaken kunnen regelen. En sommige websites zijn al wat meer toegankelijker vormgegeven dan andere websites. Maar hoe is het eigenlijk emotioneel gezien voor bepaalde burgers, dus bijvoorbeeld de laaggeletterden of de senioren, om met dit soort websites om te gaan? Wat speelt er dan bij hun? En hoe kunnen we daar met een mogelijk verder concept op inspelen. Dus dat was eigenlijk heel leuk om te doen. Hier zie je dat ik dat onderzoek aan het doen ben met een laaggeletterde mevrouw die erg vast kwam te zitten hier op de gemeente Leiden website. En dat biedt gewoon heel veel inzicht als je echt gaat kijken naar de eindgebruiker. Op de volgende slide zie je hoe we dat hebben aangepakt, hoe je dan emoties een beetje kan uitvragen. Dus echt meer kijken naar de emotionele kant die dan aan dit proces zit. Om dan vanuit daaruit een beetje concept drivers te genereren. Dus een soort van invalshoeken die je kan gebruiken om je concept op voor te bouwen. Op de volgende slide zie je dan dat je ook voor de beeldvorming als student bijvoorbeeld naar een gemeentehuis kan gaan en daar gewoon kan observeren. Toen ik binnenkwam bij het gemeentehuis en zei dat ik gewoon een uurtje wilde zitten en rondkijken, werd ik een beetje gek aangekeken en werd de manager erbij gehaald. Maar toen ik mijn verhaal daar kon doen, begreep hij het allemaal gelukkig en werd ik heel hartelijk welkom geheten. Maar nou, na al die beeldvorming, dan ga je daarna op de volgende slide. Ga je eigenlijk bedenken van hoe kan ik deze ontwerpuitdaging framen? En altijd is er een bestaand frame van over hoe er tot nu toe wordt nagedacht over de problematiek. Maar een van de meest krachtige dingen die je als ontwerper eigenlijk kan doen om tot innovatieve concepten te komen, is een nieuw frame bedenken. En als je dat nieuwe frame op een goede manier weet vorm te geven, dan zal alle concepten en ideeën die je vormt binnen dit nieuwe frame, zullen bijna altijd al innovatief en erg interessant zijn. En nou is dat nieuwe frame niet zomaar uit de lucht gegrepen, dat komt dan voort uit al het onderzoek wat je doet. En nu heb ik dat in de volgende slide een beetje opgeschreven. Het is misschien een beetje simplistisch beeld. Maar in het bestaande frame, zoals de opdracht in ieder geval naar ons toe werd gecommuniceerd, was het vooral dat de gebruikersgroepen, bepaalde gebruikersgroepen, die zijn erg gefrustreerd met de bestaande diensten. Dus we moeten deze diensten versimpelen, zodat ze beter begrijpbaar zijn. En nou is dat een heel goede insteek, een heel nobel doel. En dat werkt ook voor veel mensen. Maar eigenlijk uit ons onderzoek bleek ook heel erg dat websites, die zijn gewoon niet toereikend als je mensen onafhankelijk hun zaak willen laten regelen met de gemeente.
Dus het nieuwe frame waarmee wij toen zijn gekomen is dat gebruikersgroepen, specifiek dan ook laaggeletterden en ouderen, die moeten eigenlijk gemotiveerd en geïnspireerd raken door technologie. Momenteel heerst er een enorme angst vaak onder deze gebruikersgroepen voor technologie. Dus wil je hun meekrijgen in de digitale samenleving, dan moet je ze eigenlijk vooral eerst inspireren en motiveren. Dus eigenlijk in het nieuwe frame kunnen we onze digitale diensten zo aanbieden dat mensen van deze gebruikersgroepen echt plezier hebben in het gebruiken van en meer nieuwsgierig raken. Nou, ga je dan vanaf dit nieuwe frame in de volgende slide. Nou, dit was dan eigenlijk soort van het beeld wat je dan schetst, is dat het binnen het digitale beeld moet gewoon, waarom zou het niet een feestje zijn? Waarom zou het niet gewoon superleuk zijn om je zaken te regelen met de overheid of met gemeenten? En dan in de volgende zie je hoe we als studenten dan een beetje dingen gaan uitschetsen en brainstorm sessies houden om alles een beetje uit te denken. En dat leidt dan op een gegeven moment tot ideeën. En die ideeën zijn in het begin zo gek mogelijk, moet je ze verzinnen om de hele oplossingsruimte zo breed mogelijk te verkennen. En daarna ga je dan wat concepten daaruit genereren. En dan op de volgende slide zijn hier wat concepten die nu, waar nu aan gedacht wordt. Zo ben ik zelf nu aan het kijken of VR is een technologie die nu erg up-and-coming is en heel veel mogelijkheden biedt. En nou wordt op het moment wordt VR gezien als vooral toepasselijk voor de wat meer de echte tech-enthousiasten en de wat meer de nerdkant van de samenleving. Maar eigenlijk heeft het juist heel veel potentie voor juist ouderen bijvoorbeeld. Dus er is zo'n bedrijfje in Nederland wat langsgaat bij oudere huizen en hun een VR-ervaring geeft. En dat slaat enorm goed aan. Dat is voor hun een enorm inspirerende ervaring om zo met technologie om te kunnen gaan. Waardoor ze daarna heel enthousiast raken voor technologie. Dus waarom zou je niet je gemeentelijke diensten aanbieden via een VR-app, die specifiek ontworpen voor ouderen en laaggeletterden, dat zij binnen die omgeving een afspraak kunnen maken voor een paspoort en niet verdwaald raken op een website. Nou ben ik hier veel over aan het nadenken en dit aan het uitontwerpen. En ga ik morgen ook in Utrecht weer met laaggeletterden, neem ik een VR-bril mee en die ga ik ze daar opzetten om te kijken hoe ze daarop reageren, of ze het überhaupt eigenlijk wel leuk en interessant vinden. En of zichzelf een beetje kunnen wegwijs maken door die geprototypeerde omgeving die ik nu aan het maken ben. Maar ook zijn er nog andere concepten. Bijvoorbeeld is een student nu bezig met adaptive interfaces. En dat eigenlijk dat het interface waarmee je contact hebt zich aanpast aan de manier waarop de gebruiker bijvoorbeeld met de muis over het scherm gaat. Dat soort concepten worden ook allemaal ontwikkeld. Dus we zijn nu nog een beetje in het midden van het ontwerp, van het proces. Dus ik hoop later dat ik een beter uitgedacht en totaal ontwikkeld concept aan jullie kan presenteren. Maar dit is hoe we als studenten een beetje met dit soort problematiek omgaan. Dus nu de laatste slide. Mocht iemand dit gezien hebben en vragen of ideeën hebben, mail gerust. Ik hoor ze graag. En dan geef ik het woord nu denk ik aan Sakia. Dank jullie wel, Wessel en Carolien. En ook zo mooi op tijd. Jullie hebben gewoon echt de afsluiting daarin ook gedaan met de tijd die we daarin hebben kunnen halen. Dank jullie wel. Ik ben heel erg geïnspireerd, Wessel, ook dat weet je, we kennen elkaar dan nog niet zo goed. Maar ik vind het altijd inspirerend hoe wij vanuit studenten een blik krijgen waarin jullie nog helemaal niet in het gemeenteveld zitten. Hè? Want als je zo lang ook bijvoorbeeld binnen een gemeente zit, kan je ook blinde vlekken ontwikkelen. Hè? Omdat je zo met gebruikers zit dat je denkt, ja, dat is toch logisch. Maar er zijn ook een aantal dingen die je daar noemt over frustraties met bepaalde diensten. Hè? En die angst voor technologie. En hoe je dus eigenlijk en hoe de focus je daarin legt, ook op emoties. Want empathie is een heel belangrijke kerneigenschap wat gemeentes en zeker mensen in de dienstverlening binnen gemeentes heel belangrijk vinden in hoe zorg je voor betrokkenheid, hoe zorg je dat je iemand begrijpt en hoe kun je daar uiteindelijk iemand zo goed mogelijk bij helpen. Hè? Dat is eigenlijk de essentie in het geheel. Hoe je daarin met de VR-bril mogelijkheden tot een oplossing gaat bedenken. 22 januari is het de final van alle studenten. Dan gaan jullie presenteren, de 12 studenten vanuit TU Delft. Dat is ook heel mooi, want dat komt ook in het vervolgboekje, hè, brochure wat we gaan presenteren. Ik zit even te kijken, ik zie geen vragen daarin nog even in de chat. Even kijken, zijn er nog even reacties?
Ik sla aan op de nieuwe term technologie, want de mensen die moeilijk meekomen met de digitale ontwikkelingen hebben vaak niet de laatste apparaat die het mogelijk maakt. Iets om bij stil te staan. Ja, dus eigenlijk ook wat we zeggen van nieuwe technologie kan heel erg bijdragen, hè, aan die inclusieve dienstverlening. Zolang maar in ook de bekendheid, hè, onbekend maakt onbemind, hè, eigenlijk ook wel in het geheel. Dus daarin zijn we ook heel benieuwd wat onder andere ook jouw oplossing gaat zijn, Wessel. Ja, ik ben ook aan het kijken of je bijvoorbeeld met, want zo'n VR-app is eigenlijk fantastisch, maar die mensen thuis, laaggeletten en ouderen, die hebben natuurlijk nooit een VR-bril liggen. Dus ik ben aan het kijken of bijvoorbeeld meer een samenwerking aangaan met buurthuizen en bibliotheken, dat je dat ook als punt gebruikt van de gemeente, waar die ervaring klaar staat voor die mensen. Dus dat het dicht bij huis is. Ze hoeven nog niet helemaal naar het gemeentehuis toe om dat eerste punt van contact te maken binnen een VR-omgeving dan daar, die daar gewoon klaar staat. Dus ja, dat het wel bereikbaar voor ze is, maar dat ze niet zelf zo'n heel ding hoeven aan te schaffen. Interessant. Het is nog inderdaad een dure technologie, nog niet voor de massa, massawerking inderdaad. Ik geloof wel dat visueel maken, beeldend maken, dat zeg het ook, hè? Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dat is vaak ook wel een hele mooie wat daarin kan aansluiten. Mooi ook dat je die verbinding maakt met de hulpstructuren. Caroline. Ik zie een hele mooie uitnodiging aan Wessel voorbij komen. Oh, in de chat. En dat zijn kans, Wessel, zou ik niet snel laten liggen. Dat zou ik zeker niet. Morgen ging je naar Utrecht, maar ik denk dat je nog even een afslag moet maken naar Maasluis. Ik ga gewoon een hele trip door Nederland maken morgen. Ja, mooi. Dankjewel ook voor de oproep, of voor de uitnodiging, sorry. Ja, dankjewel. Dankjewel, Giulianti. Dat zijn hele belangrijke dingen waar je in mag interrupten, zeker. Caroline, ik geef jou even het woord daarin met de afsluiting ook na januari, de final. En dan doe ik de afronding. Ik geef nog even aan jou het woord. Oh, ik heb eigenlijk geen idee. Nog zo. Wat gewoon heel erg leuk is, is dat elke keer weer als studenten zo'n project gaan doen en ze hebben echt, ze ervaren echt de klinkt heel stom, maar de werkelijkheid. Dan pas worden ze ook goed geïnspireerd en dan gaat het ook leven wat het is om als industrieel ontwerper om te werken. En dat is ook wat waar ze voor opleiden. Dus ik vind het een hele leuke samenwerking om het samen met de gemeente en met die belangenverenigingen te doen. Want je hoeft ook niet met een hele grote groep te ondervragen. Want een paar mensen, en dat geldt zeker voor die digitaal die... moeilijk beperkt geletterde mensen, dat is toch iets wat wij niet kunnen begrijpen. Kijk, we kunnen blind, kun je nog wel iets bij voorstellen. Nou ja, ook niet helemaal, maar dan doe je ogen dicht. Maar beperkte geletterdheid en wat dat met mensen doet, dat is iets wat heel moeilijk is. En vandaar die samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven, die is heel waardevol. En ook voor de studenten denk ik een hele goede ervaring om mee te maken. Dat ze daar gebruik van kunnen maken. Heel leuk. Dankjewel, Caroline. Ik denk daarin dat we daarin naar de volgende slide kunnen, Giulianti. Want dan gaan we afsluiten. Als ik terugkijk naar de presentaties, inspirerend. Maar ik hoor ook graag reacties in de chat, wat jullie ervan vonden. Jullie krijgen nog een evaluatieformulier ook na afloop van deze presentatie. Dan horen we graag jullie reacties. En we horen ook graag reacties of jullie dat ook nog voor volgend jaar willen zien, dus 2021, dat we ook dit soort bijeenkomsten op inclusieve dienstverlening online of hopelijk misschien ook wel fysiek, hè, dat hopen we toch ook wel, kunnen gaan organiseren. Laat een reactie achter in de chat. Dit zijn mijn contactgegevens. Van, mocht je nog wat vragen hebben over die projecten die je voorbij hebt zien komen of andere vragen op inclusieve dienstverlening, dan kun je mij gerust mailen. En daarvoor wil ik ook alle sprekers bedanken die de presentaties voor jullie vandaag mogelijk hebben gemaakt. En de mensen die hierbij betrokken zijn en ook Giulianti daarin in het bijzonder. Met dank en daarin ook de afsluiting. Dank jullie wel en tot gauw.